Vergadering. Aan de orde is een bijzonder debat. Een debat met de kandidaten voor de functie van voorzitter van de Tweede Kamer. Het is het moment waarop wij onze nieuwe voorzitter kiezen en die ons de komende periode door alle debatten heen gaat leiden. Dus een belangrijk moment. Twee kandidaten hebben zich daarvoor gemeld. Dat zijn de leden Martin Bosma en de heer Van der Lee. En ik ga ze uitnodigen om in vak K, zoals ze doen gebruikelijk is, plaats te nemen. Welkom allebei in vak K. Ik wens u beiden, als ik uw aandacht mag, heren. Volgens mij moet de microfoon in vak K iets omhoog, volgens mij. Gaat nu al mis. Maar welkom beiden en ook heel veel succes vandaag uiteraard. Ik ben heel erg nieuwsgierig aan wie ik straks aan het einde van dit debat en na de stemmingen het stokje kan overdragen. Of in dit geval de hamer kan overdragen dan maar. Er hebben zich in de eerste termijn van de zijde van de Kamer een groot aantal sprekers gemeld. Weet ook allemaal dat na de eerste termijn van die inbrengen van de kant van de Kamer het lot zal beslissen wie van de beide kandidaten als eerste de beantwoording zal starten. En daarna zal ik wel even stapsgewijs de verdere procedure uitleggen als we aan die fase toe zijn. Maar ik zou als eerste de eerste spreker van de zijde van de Kamer willen uitnodigen. Dat is in dit geval de heer Markeshouwer. Namens de PVV. Dank u wel, voorzitter. Conform artikel 3.1 van het reglement van orde benoemen wij als nieuw geïnstalleerde Kamer vandaag aan het eind van de kandidaatstellingsprocedure een nieuwe voorzitter. Dus voorzitter van de Kamer is onder andere belast met het leiden van de werkzaamheden van de Kamer en het presidium, het doen naleven van het reglement van orde, het uitvoeren van door de Kamer genomen besluiten, het vertegenwoordigen van de Kamer. Aldus artikel 3.2 van het reglement van orde. Onze Kamer heeft vorige week de profielschets van de nieuwe voorzitter vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de nieuwe voorzitter over de volgende kwaliteiten moet beschikken. Gedegen parlementaire ervaring, bij voorkeur ruime bestuurlijke kamerervaring, inzicht in de staatsrechtelijke verhoudingen, gebleken kennis van en respect voor het reglement van orde en alle gebruiken. En voorts, zegt de profielschets, moet de toekomstige voorzitter, die moet leiding kunnen geven aan het kamerwerk, niet alleen met inhoudelijke kennis van zaken en politiek bezig zijn, maar ook moet hij dat doen met begrip voor de mogelijkheden van het ambtelijk apparaat, dus rekening houden met het ambtelijk apparaat, in staat zijn om goed samen te werken met de ambtelijke organisatie en in staat zijn om de toezichthoudende rol als werkgever goed in te vullen. Hij moet bovendien kunnen bevorderen het dualisme tussen de regering en de Tweede Kamer, alsmede oog houden voor de mogelijkheid om wetsvoorstellen zorgvuldig en gedegen te behandelen, nu de Kamer uit meer fracties bestaat. Veel fracties bestaat. En hij moet over managementcapaciteiten kunnen beschikken. Voorts moet de nieuwe voorzitter gezaghebbend kunnen optreden, een groot draagvlak hebben in de Kamer en steun en vertrouwen genieten. Hij moet een goede vertegenwoordiger van de Kamer zijn in binnen- en buitenland, sociale en contractuele vaardigheden hebben. De Kamerzitter moet boven de partijen staan, vernieuwingsgezindheid uitstralen en dat internaliseren, gericht op verbetering, waaronder het gebruik van nieuwe media. Hij moet ook gevoel voor ontwikkelingen in de samenleving hebben die van belang zijn voor de democratie. Aldus het functieprofiel. Mede naar aanleiding van deze profielschets hebben twee Kamerleden zich gekandideerd voor de functie van voorzitter van de Tweede Kamer. Ze zitten daar nu in VK, de heer Tom van der Lee van de GroenLinks, PvdA-fractie en de heer Martin Bosma van de Partij voor de Vrijheid. Beide heren zijn woonachtig in onze hoofdstad. Beide heren afgestudeerde politicologen aan dezelfde universiteit. Beide houders van veel van de zogenaamde zeven vinkjes. En beide heren zijn in de maand juli van hetzelfde jaartal geboren.
Het jaartal laat in het midden, wegens ijdelheid waarschijnlijk. In hun beide sollicitatiebrieven kunnen wij lezen dat beide kandidaten zich kunnen buigen op veel relevante kamerervaring. Objectief kunnen we vaststellen dat de heer Bosma meer vlieguren als ondervoorzitter en presidiumlid heeft gemaakt en dat de door de Kamer vastgestelde profielschets op Martins lijf geschreven is. Anders dan gewoonlijk voeren wij vandaag geen partijpolitiek debat met elkaar. Wij hoeven de kandidaten dus niet op hun politieke kleur en of standpunten te beoordelen. Slechts op hun competenties als neutrale voorzitter van de gehele Kamer. Wij kunnen vandaag de beide kandidaten wegen op basis van hun potentiële voorzitterscapaciteiten, een oordeel vormen en vervolgens overgaan tot stemmen. Bij sollicitatiegesprekken horen kritische vragen. Aan de heer Bosma zou ik derhalve het volgende willen vragen. Meneer Bosma, in uw sollicitatiebrief schrijft u dat u, ik citeer, het beleid zal voortzetten van de vier voorzitters die u als ondervoorzitter heeft gediend. De enige discontinuïteit die u na zou streven is dat wij als Kamer zo snel mogelijk het huidige onderkomen, dit onderkomen, kunnen verlaten en terug kunnen keren naar het Binnenhof. Kunt u, meneer Bosma, ondanks bovenstaande aangeven op welke eventuele gebieden u een vernieuwingsslag wenst aan te brengen? Ook indachtig het functieprofiel, zoals we net voorgelezen. Aan de heer Van der Lee zou ik het volgende willen vragen. Meneer Van der Lee, in uw sollicitatiebrief schrijft u dat u het vermogen bezit boven de partijen te staan. Zou u dit kunnen demonstreren door de Kamer drie positieve eigenschappen van uw tegenkandidaat, de heer Bosma, mee te geven? Ik zie de antwoorden van beide kandidaten graag tegemoet. Voorzitter, zonder iets af te willen doen aan de kandidatuur en competenties van de heer Tom van der Lee, wil ik reeds in deze eerste termijn een warm pleidooi houden voor de kandidatuur van de heer Bosma. Zoals mijn fractievoorzitter eerder deze week al schreef, op het befaamde X, verdient de Tweede Kamer een kundig, erudiet en gezaghebbend persoon als Martin Bosma als voorzitter. Martin Bosma is geliefd bij de medewerkers van de Tweede Kamer, beschikt over een fenomenaal parlementair geheugen en brengt een gigantische bak aan ervaring met zich mee. Martin Bosma wordt door vriend en vijand geroemd om zijn voorzitterscapaciteiten. Hij heeft in het verleden keer op keer bewezen dat hij als waarnemend voorzitter de gehele Kamer voortreffelijk vertegenwoordigt en het debat op een zeer kundige, kordate en prettige manier in goede banen kan leiden. Met overtuiging zal onze fractie dus later vandaag op Martin Bosma gaan stemmen en ik hoop dat u dat ook gaat doen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Markensauer, voor uw inbreng namens de PVV. Ik zie dat toch nog tot een aantal interrupties leidt. Ik sta dat toe. Ik wil wel voorkomen dat we een heel uitgebreid debat steeds met elkaar maken, want het gaat uiteindelijk natuurlijk vooral om de kandidaten in die weging. Maar mevrouw Beckerman, SP. Ja, voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de heer Markensauer. De heer Markensauer deed het debat ook de vorige keer. En ik heb dat natuurlijk teruggelezen. En een van de voorstellen die de vorige keer in stemming kwam of werd gebracht, was een voorstel van toenmalig Forum voor Democratie, Tweede Kamerlid, de heer Van Haga. En dat was een motie waarin werd gesteld dat de voorzitter van de Tweede Kamer uit de oppositie zou moeten komen. En de PVV-fractie heeft die motie toen gesteund. Steunt de PVV-fractie dat nog steeds? Heer Markensauer. Ja, nou, goede vraag. Het was op zich ook een goede motie. Misschien niet helemaal, staatsrechtelijk niet zeggen, maar reglement van orde technisch relevant. We hebben op dit moment eigenlijk geen oppositie en coalitie. We hebben natuurlijk wel een demissionair kabinet. En ook toen die motie werd ingediend, hadden we dat niet echt. Dus eigenlijk kiezen wij als Kamer deze voorzitter op een moment dat partijen nog in onderhandeling zijn met elkaar. En de vraag is of je dan over een coalitiekandidaat of een oppositiekandidaat kan spreken.
Feit is dat de PVV op dit moment niet in een coalitie zit. Dus feitelijk zouden wij, als wij op de heer Bosma gaan stemmen straks, voldoen aan die motie. Maar ik wil er wel nog ook aan toevoegen dat de indieners van die motie destijds, de Forum voor Democratie-fractie, ook nu hebben aangegeven op Martin Bosma te gaan stemmen. De voorman van die fractie heb ik dat ergens zien staan. Dus ik kan me voorstellen dat de intentie van die motie-indieners was dat we een persoon als Martin Bosma, dat we op zo'n persoon zouden moeten stemmen. Dus ik denk dat we geheel in lijn met die motie en toen met ons stemgedrag acteren als wij vandaag op de heer Bosma gaan stemmen. Volgens mij heeft mevrouw Beckman nog een volgvraag. En over Forum voor Democratie, die krijgt straks nog het woord. Dan zullen we checken wat hun positie is. Maar laat het voor nu even houden op de positie van de PVV. Precies, voorzitter. Want dat kunnen we aan Forum voor Democratie vragen, voorzitter. Uh-huh. Maar ik vroeg het aan de woordvoerder van de PVV. Want ook de vorige keer toen het debat gevoerd werd, was er geen coalitie. Voorzitter, het kabinet was gevallen terecht op het toeslagenschandaal. Op dat moment was er geen nieuwe coalitie in beeld en stemde u met overtuiging voor het voorstel. En uw vraag is? En mijn vraag is opnieuw, bent u gedraaid? Of gaat u ervan uit dat de PVV buiten de coalitie blijft? De heer Markershouwer. Dat laatste zeker niet. En over dat gedraaid, ik heb net aangegeven dat eigenlijk die motie toch iets anders gevolgen moet worden als je kijkt naar het reglement van orde, het moment dat we stemmen. Maar ik denk wel dat wij als fractie, en het is ook een individuele keuze trouwens, dus ik zelf ben op zoek naar een voorzitter conform dat die profielschets die we op zich met z'n allen hebben vastgesteld, een voorzitter die in staat is een zekere zin van dualisme tussen de Kamer en de regering, dat hij dat internaliseert en dat hij dat bevordert, dat dualisme. En daarvoor heb je misschien een soort persoon nodig, laten we zeggen, die langdurig in een oppositierol heeft gefunctioneerd. Dit is een serieus antwoord. En niet per se afkomstig is uit een van de, laten we zeggen, niet als kritiek, maar uit de systeempartij. De partij die jarenlang voorzitters hebben geleverd, functies hebben bekleed. De PvdA, met veel respect overigens, heeft natuurlijk vaker de voorzitter geleverd. Verder geen kritiek daarop. Misschien is het eens tijd voor iemand uit een andere partij, een partij die langdurig in de oppositie heeft gefunctioneerd. De heer Seder was denk ik het eerste namens ChristenUnie. Ja, voorzitter, even inhakend daarop. Het gaat natuurlijk over de voorzitters, maar deze vraag raakt wel ergens aan. Namelijk of er inderdaad een principieel punt wat toen is gemaakt, of die nog steeds geldt. De heer Markso die geeft een toelichting dat het niet zo principieel was, maar ik heb de toelichting hier van het amendement. En daar staat letterlijk: dit amendement beoogde dat de voorzitter van de Tweede Kamer altijd, ongeacht persoon, altijd uit de gelederen van de oppositie afkomstig moet zijn. En we zitten in een soortgelijke situatie als twee jaar geleden, want toen was er ook geen kabinet. En dit is een principiële keus. Voorts worden er ook nog wat redenen aangegeven waarom het zo principieel is. En u zelf heeft er ook voor gestemd. En uw vraag is? Mijn simpele vraag is, het was een principieel punt. Staat u daar nog steeds achter als PVV? Of, en dat mag ook, maar dat wil ik wel horen, bent u op dit punt gedraaid? Heer Markershouwer. Ik vind, met alle respect aan de heer C, dat ik net volgens mij uitvoerig geantwoord heb op de vraag van mevrouw Berkerman. Het is een beetje dezelfde soort vraag. We kunnen daar allemaal woorden aan plakken, gedraaid of niet gedraaid. Dus ik vind dat mijn antwoord aan mevrouw Beckman volstaat. Dank u wel. Dan kijk ik nog even naar de heer Sneller namens D66. Nee, het antwoord van de heer Markershouwer ging over de vraag van mevrouw Beckman. Die ging over een motie uit 2021. Maar dat is niet het enige. Wat de heer Seder terecht aanhaalt is een amendement waar we vorig jaar over hebben gestemd. En wat niet een motie was, maar een wijziging van het reglement van orde, waar onder andere in staat, zodra de voorzitter wel deel uitmaakt van een fractie of groep die door één of meer ministers vertegenwoordigd is in het kabinet, eindigt onmiddellijk diens voorzitterschap. En ook daar heeft de heer Markershouwer voor gestemd. En dan kan de heer Markershouwer nu een einde willen maken aan de eindeloze reeks GroenLinks-kamervoorzitters die we gehad hebben. Ik zei PvdA. Maar het zou hem toch sieren om iets meer rekenschap te geven van zijn eigen stemgedrag. En juist omdat hij het zo opzichtig heeft verzwegen in zijn eigen termijn, zou ik toch graag een reflectie willen
op zijn stem voor dat amendement en hoe hij daar nu in staat. Ja. De heer Markensauer. Verzwegen heeft volgens mij in de Nederlandse taal een negatieve connotatie. Ikzelf ben zeer positief dit debat ingegaan. GroenLinks is gefuseerd met de PvdA, dus ik noem de PvdA niet GroenLinks. In de fracties zijn gefuseerd, dus die zijn samen. Het heet ook de GroenLinks PvdA-fractie, dus daarom permitteerde ik mij dat te zeggen. Dat amendement heeft het volgens mij niet gehaald. Dus, Heer Sneller, tot slot. Dat heb ik gezien. Er waren 34 stemmen voor en dus een meerderheid tegen. Maar dat was ook mijn vraag niet. Mijn vraag was om even te reflecteren op hoe de PVV-fractie daar zelf in staat. Want het is toch... Ja, en het is inderdaad, verzwijgen heeft een negatieve connotatie. Omdat het daar gewoon heel duidelijk ligt steeds. En dat de heer Markensauer nu met een ruime boog omheen gaat om wederom, en dat snap ik heel goed hoor, de heer Bosma bij ons aan te prijzen, zoals hij vorige keer ook deed. Maar er is wel wat gebeurd sindsdien. Onder andere de stemming voor dit amendement die diametraal tegenover deze kandidatuur staat. En uw vraag is... Die herhaal ik dus. Wat is nou de reactie van de PVV-fractie? Niet of het amendement het gehaald heeft, maar het stemgedrag van de PVV-fractie over dat amendement in relatie tot de kandidatuur van de heer Bosma. Dank u wel. Nou, kijk nog één keer naar de heer Markensauer. Ja, nou, ik zie één rechte lijn van de PVV-fractie. Is dat wij al jaar en dag de heer Bosma in de aanbieding doen, omdat hij... Objectief gesproken, een hele goede voorzitter zou zijn. Hij heeft zich nu gekandideerd en vanzelfsprekend steunt onze fractie zijn kandidatuur. Wij zijn ervan overtuigd dat hij een voortreffelijke voorzitter zal zijn die conform de profielschets geweldig zal acteren en presteren. Dus zonder enige aarzeling zullen wij, beveel ik hem nu aan, zonder enige aarzeling zou ik zo op hem stemmen, wat wij ook op amendementen in het verleden hebben gestemd. Dank u wel. Dan dank ik ook de heer Markensauer voor zijn inbreng namens de PVV en nodig ik mevrouw Koekoek uit namens VOLT. Dank voorzitter. Ik wil beginnen met mijn dank uit te spreken aan beide kandidaten dat zij zich beschikbaar hebben gesteld. Zeker als het om je eigen collega's gaat, is een verkiezing spannend. En ik vind het stoer, laat ik het maar zo zeggen, dat beide heren zich kandidaat hebben gesteld. Ik zie de heer Bosma denken, nou dat heb ik al eerder gedaan, maar toch. Voorzitter. De rol van Kamervoorzitter is een belangrijke, bepalende rol. De Kamervoorzitter bepaalt deels de Kameragenda en kan een sturende rol hebben. Juist voor het verdedigen van de rechtsstaat en de staatsrechtelijke verhoudingen is een Kamervoorzitter belangrijk. In landen als Polen, waar ik het gisteren over had, maar ook in de Verenigde Staten, waar een radicaal rechtse voorzitter is van het Huis van Afgevaardigden, zien we hoe belangrijk de rol is. Maar voorzitter, waarom dit inbrengen bij de verkiezingen over onze Nederlandse voorzitter? Ja, dat is simpel. De voorzitter is een belangrijke vertegenwoordiger namens ons parlement. Een vertegenwoordiger namens alle Nederlanders. En het gaat om meer dan het goed en neutraal begeleiden van debatten. Het gaat om de persoon die belangrijke gasten ontvangt in het parlement. Die namens het parlement kransen legt bij belangrijke herdenkingen. En het gaat om iemand die alle Nederlanders wil vertegenwoordigen en namens alle Nederlanders kan spreken. Wat mij brengt bij de heer Bosma, voorzitter. Dat kende de heer Bosma als iemand die de orde kan bewaren en ook vriendelijk kan overkomen. Iemand die amicaal kan zijn en in zijn eigen brief ook zegt dat hij luchtigheid in het debat belangrijk vindt. En op het oog hebben we daarmee een prima Kamervoorzitter. Kijken we naar de profielschets van voorzitter, dan lijkt het alsof de heer Bosma heel ver komt met de vinkjes voor de vereisten dat de Kamervoorzitter boven de partijen staat. Maar wij als VOLT kunnen de handelingen van de heer Bosma als ondervoorzitter niet loszien van zijn handelen als Kamerlid. Het zijn verschillende rollen, maar het gaat natuurlijk wel over dezelfde persoon. Het Kamerlid Bosma heeft verschillende uitspraken en voorstellen gedaan die volledig haak staan op de verbindende en vertegenwoordigende rol. Een ontzettend belangrijk onderdeel van het Kamerlidmaatschap. Slechts enkele dingen die het Kamerlid Bosma gezegd heeft. Het zal nooit wennen, een Marokkaanse als Kamervoorzitter. Het is een zwarte dag voor dit nep-parlement. En eigenlijk zijn er talloze voorbeelden waar de uitspraken van Kamerlid Bosma en die van zijn partij een gezonde en weerbare democratie ondermijnen. En dan is mijn vraag aan de heer Bosma. Hoe verhouden deze uitspraken zich tot het zijn van een onafhankelijk voorzitter? Een voorzitter die dit parlement, de parlementaire democratie, vertegenwoordigt.
Een andere eis in de profielschets is het bevorderen van dualisme. Het ging er net al even over. De heer Bosma steunde recent een motie die voorschrijft dat een Kamervoorzitter altijd vanuit een oppositiepartij moet komen. Maar gisteren hadden wij een debat met de fractievoorzitter van de partij die duidelijk de ambitie uitsprak om premier te worden. Toont de heer Bosma, voorzitter, zich met zijn kandidatuur, ondanks die motie die de heer Bosma met zijn kandidatuur aan dat er dan niet geregeerd gaan worden? Of hoe verhoudt deze motie zich met het feit dat de ambitie gisteren uit is gesproken dat de partijleider van de heer Bosma premier wil worden? En is dat op zichzelf al niet een teken dat de heer Bosma zich weinig gelegen laat aan de wens tot dualisme en het hebben van een groot draagvlak waarin wij vertrouwen kunnen hebben? Dan heb ik nog een aantal vragen aan de heer Van der Lee, voorzitter. U bent al langere tijd ondervoorzitter en geeft aan een aantal punten mee te nemen uit die periode. Ik ben relatief kort vertegenwoordiger in deze Kamer, maar ik heb in die korte tijd geconstateerd dat verruwing en verharding zijn toegenomen en dat de normale omgangsvormen te vaak genegeerd worden. Dat verstoort het democratisch debat en is slecht voor het vertrouwen in politiek als geheel. Naar mijn mening is het waarborgen van dat gezonde debat een verantwoordelijkheid voor zowel de Kamer en de voorzitter samen. En mijn vraag aan de heer Van der Lee is dan hoe hij op die gezamenlijke verantwoordelijkheid reflecteert. We zien dat het reglement van orde een papieren werkelijkheid is die pas tot leven komt hier in de zaal. Gisteren nog bij de vraag of de motie van de VVD wel onder de orde viel van het debat. En steeds vaker zien we de vraag liggen bij de voorzitter of uitspraken niet te ver gaan. Hoe kijkt de heer Van der Lee aan tegen vrijheid geven en begrenzen? En hoe wil hij hier invulling aan gaan geven als voorzitter? En dan nog een ander onderwerp. De heer Van der Lee benoemt in zijn brief de mogelijkheid tot meer digitalisering. En dat spreekt ons als Volt natuurlijk aan. Volt wil digitaal stemmen mogelijk maken. Nou, dat is wellicht een beetje ambitieus in één termijn. Maar hoe gaat de heer Van der Lee zich hiervoor inzetten? Tijdens de COVID-periode bleek opeens veel meer mogelijk digitaal. En dat is ook weer teruggedraaid, ook in deze Kamer. Zou digitalisering ook een mogelijkheid zijn om regio's en alle bevolkingsgroepen beter te vertegenwoordigen, omdat ze meer op afstand kunnen doen? Zoals bijvoorbeeld plannen van de agenda, nou ja, digitaal stemmen, wellicht ooit moties indienen, ik weet het niet. Ik hoor het graag. Tot slot, hoe kijkt de heer Van der Lee aan tegen de werkdruk van Kamerleden en Tweede Kamermedewerkers? Dat is een terugkerend vraagstuk geweest. Ziet hij hier een rol in voor zichzelf als voorzitter en leidinggevende van de Tweede Kamer om de werkdruk te verlagen? En hoe zou hij concrete verbeteringen in willen en kunnen aanbrengen? En daarmee rond ik af. Voorzitter, veel dank. Dank u wel, mevrouw Koekoek, voor uw inbreng namens Volt. Ik zie ook geen interrupties verder. Dan nodig ik de heer Ergin uit namens DENK. En het is goed voor de leden om te weten dat dit zijn medespeeches. Hij heeft gevraagd om dat in dit debat te doen. En dat is natuurlijk zoals we doen gebruikelijk, doen we dan geen interrupties. En zal ik daarna een kort moment schorsen, zodat we de felicitaties kunnen overbrengen. Maar dat gezegd hebben, heet ik u van harte welkom voor het eerst achter dit spreekgestoelte en wens ik u heel veel succes en hopelijk ook toch een beetje plezier met uw medespeech. Dank u wel, voorzitter. Mijn wieg stond in het jaar 1992 in Schiedam. En als mijn opa eind jaren 60 niet als gastarbeider naar Nederland toe was gekomen, had mijn wieg in Turkije gestaan. En mijn opa ging als gastarbeider aan de slag in de Schiedamse glasfabriek. Hij heeft zich jarenlang met bloed, zweet en tranen zich in de rondte gewerkt. Hij liet geen mogelijkheid tot overwerk onbenut. En dit alles om wat centen te verdienen om uiteindelijk terug te keren naar Turkije. Nog voordat hij de keuze kon maken of hij definitief in Nederland zou blijven, overleed hij helaas. Zijn laatste vlucht naar Turkije was niet om daar een bestaan op te bouwen, maar jammer genoeg naar zijn laatste rustplaats. Familie Ergin bleef achter in Nederland. De kleinkinderen zaten immers op school en zij maakten daarom de keuze in Nederland te blijven. En nog voordat de familie het verlies van opa Ergin kon verwerken, verloor ik kort daarna ook mijn vader aan de gevolgen van ALS. Daar zat ik dan. Als jochie die het gevoel heeft dat de hele wereld op zijn schouders rust. Als eenling die naast zijn opa als grote vriend ook zijn vader als bastion van vertrouwen en voorbeeld verloor. Ik heb daarna samen met mijn broer en mijn grootste heldin, mijn moeder, en ondanks alle tegenslagen het beste proberen te maken van het leven. Al vroeg in het leven heb ik moeten leren dat de aanhouder wint van tegenslagen. Dat je ondanks alles gewoon ervoor moet gaan.
Mijn jongere jaren stonden niet alleen in het teken van heftige ontwikkelingen in de familiesfeer, maar ook Nederland was onderhevig aan veel verandering. De kijk op mij veranderde. Ik was niet alleen wees geworden, of halfwees moet ik zeggen, maar de samenleving verweesde ook van mij. Vrijwel alles wat waardevol voor mij was, werd steeds maar geproblematiseerd. De moskee waar ik naartoe ging voor een potje tafelvoetbal en huiswerkbegeleiding was volgens sommige politici een haatpaleis. Ik zou een aanhanger zijn van een kwaadaardige ideologie. Vrouwen met hoofddoek zouden kop van de tax moeten afdragen. Korans moesten uit huizen worden gerukt. En zo kan ik even doorgaan, voorzitter. En als ik kritiek had op mijn land, op mijn geboorteland, en als ik dingen anders wilde in dit land, moest ik maar lekker terug naar Turkije. Terug naar mijn land van herkomst. Voorzitter, naast kattenkaat in de wijk, urenlang voetballen op straat en het verzamelen van flippo's uit chipzakken, moest ik dus ook omgaan met dit soort drek. En ik was niet de enige. Vele andere Nederlanders met een migratieachtergrond hebben dit moeten ervaren. Naast de rechtse politici die mij vertelden dat ik er niet bij zou horen, waren er ook sommige andere politici aan de linkerkant die mij vooral wilden laten weten dat ik geholpen moest worden. En dat alleen zij wisten hoe dat zou moeten. Ik ervaarde dat ik in het ene verhaal als dader werd neergezet en in het andere als slachtoffer. Zowel links als rechts boden mij geen oplossing. Ik kon er mijzelf niet zijn. Mijzelf niet uiten hoe ik wil. En ik werd gezien als individu, niet als individu, maar als onderdeel van een groep. En dan komt er een moment waarbij je de conclusie trekt dat je er helemaal klaar mee bent. Dat de maat vol is en dat je enkel en alleen irriteren aan iets geen voldoening meer geeft. Net zoals ik op jonge leeftijd gedwongen werd om snel op eigen benen te staan en verantwoordelijkheid te nemen, besloot ik ook nu het heft in eigen handen te nemen. En dat leidde mij naar de politiek. Ik ging doen wat niet logisch leek voor iemand wat dan een achterstandswijk wordt genoemd. Ik wachtte niet meer op een politicus die besloot mij te helpen, maar ging het zelf doen. Ik accepteerde ook niet meer dat een politicus mij uitsluit. Ik wilde wat terug gaan zeggen. En daarom sloot ik mij in 2018 aan bij DENK. Ik werd gemeenteraadslid, al vrij snel fractievoorzitter in de gemeenteraad van Schiedam. En tot 2 dagen terug was ik wethouder in Schiedam. En de komende tijd heb ik de grote eer om het hoogste ambt in dit land te vervullen. En dat zal ik doen door mij parlementair met hand en tand te verzetten tegen de ondermijning van onze rechtsstaat. Dat zal ik doen door als waakhond pal voor onze grondrechten te staan. Door op te staan als groepen mensen binnen en buiten dit huis tot op het bot worden beledigd. Voor een land zonder racisme, discriminatie en moslimhaat. Voor een land zonder wantrouwen door de overheid. Voor een land waarin we kijken naar wat we gemeen hebben in plaats van wat ons scheidt. En voorzitter, dat zal ik doen met het Schiedamse credo, met opgestroopte mouwen, niet piepen, maar sjouwen. Voorzitter, dan kom ik aan bij de verkiezing van de voorzitter van de Tweede Kamer. Om te beginnen wil ik een woord van dank uitspreken in de richting van de kandidaten voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Ongeacht wat mijn fractie van u vindt, neemt u de moeite om zich te kandideren. En het voorzitterschap is een belangrijke positie en een enorme verantwoordelijkheid. De voorzitter is de hoeder van het parlementaire proces. En toch moet ik constateren dat er in de afgelopen tijd een hoop daarin is misgegaan. In de afgelopen periode hebben we gezien hoe Kamerleden keer op keer te laat, onvolledig, onjuist en in sommige gevallen zelfs helemaal geen informatie kregen. We hebben gezien hoe het voor de Tweede Kamerleden onmogelijk werd gemaakt om een controlerende macht uit te voeren. We hebben gezien dat waar de macht ongecontroleerd haar gang kan gaan, er onrecht ontstaat. En de toeslagenmisdaad is hier het tragische voorbeeld van. Daarom zou ik aan beide kandidaten willen vragen, uiteraard via de voorzitter. Wat gaat u doen om de informatiepositie van de Tweede Kamer te verbeteren? Hoe gaat u het kabinet ertoe manen om tijdig, volledig en op een juiste wijze de Kamer te informeren? Hoe gaat u een bondgenoot zijn voor Kamerleden in deze strijd en een luis in de pels van de regering? Hoe gaat u ervoor zorgen dat uitstelberichten voor antwoorden geen regel meer, maar uitzondering zijn?
En dat stukken niet kort voor een debat naar de Kamer komen, waardoor Kamerleden praktisch gezien geen tijd meer hebben om deze te bestuderen. Dan een tweede punt, voorzitter. In de Kamer hebben we een groot aantal fracties, waaronder ook kleinere fracties. En hoewel mijn fractie begrijpt dat kleine fracties niet altijd de tijd hebben om deel te nemen aan het presidium, vraag ik aan de kandidaten hoe zij het eigenlijk voor zich zien, hoe ze kleinere fracties wel gaan meenemen in de besluiten die er worden genomen. Zodat we bijvoorbeeld niet meer vanuit de media hoeven te vernemen dat er een nieuwe griffier wordt voorgedragen. Voorzitter, een ander belangrijk punt voor DENK is de bevordering van diversiteit en inclusiviteit in de Kamerorganisatie. En vooral de heer Bosma als expert en connoisseur op dit onderwerp wil ik vragen uitgebreid en beargumenteerd op dit thema te reflecteren en nauwgezet te luisteren. Eigenlijk hoef ik hem daartoe niet op te roepen, want ik weet uit zijn inbrengen als Kamerlid dat dit onderwerp hem zeer aan het hart gaat. In de afgelopen periode is er veel gebeurd als het gaat om diversiteit, maar wij zien nog onvoldoende dat onze ambtelijke organisatie een weerspiegeling is van de samenleving. We zien diversiteit bij de schoonmaakdienst, bij de catering, bij de beveiliging, maar nog niet in de breedste zin van het woord bij de Kamerorganisatie. En daarom vraag ik wederom aan beide kandidaten wat zij gaan doen om ervoor te zorgen dat de Kamerorganisatie eindelijk een afspiegeling wordt van de samenleving. Voorzitter, de Kamervoorzitter is het uithangbord van de Tweede Kamer, het gezicht van ons parlement. De Kamervoorzitter is bij uitstek dé persoon die op een verbindende manier aan de slag gaat met Nederlanders vanuit alle windstreken. De bruggenbouwer die aansprekend is voor ons land, staande uit kleurrijke, multiculturele en diverse gemeenschappen. Voorzitter, laat ik het aardig brengen. U weet, denk eens hard op de inhoud en zacht op de persoon. Misschien wordt het ook draaglijker als ik mijn standpunt in ga leiden met een compliment. En misschien help ik stiekem de heer Van der Lee ook mee. Want de heer Bosma is sympathiek. De heer Bosma kan goed speechen. Heeft veel vlieguren gemaakt als Kamerlid en zit debatten luchtig voor. En voorzitter, ik wil zelfs speciaal voor de heer Bosma zo ver gaan dat ik durf te stellen dat het thuisfront blij zou zijn met zijn voorzitterschap. Want dan zijn met zijn effectief voorzitter kan ik vroeger thuis zijn en kan ik wat vaker tijd doorbrengen met mijn vrouw en de kinderen. Maar op het thema verbindend en representatief voorzitter valt de heer Bosma, en het spijt mij om dat te moeten concluderen, voor DENK direct af. Hij is hopeloos gefaald op een beslissend examenpunt. Want de heer Bosma is onderaan de streep vertegenwoordiger van een politieke partij die grondrechten wil inperken. Van een politieke partij die Kamerleden met een hoofddruk het parlement uit wil werken. Van een partij die Nederlanders met een migratieachtergrond ziet als profiteurs en niet als mede-eigenaar van ons land. Want voorzitter, hoe gaat de heer Bosma diversiteit in de ambtelijke organisatie bevorderen als hij mee heeft geschreven aan het verkiezingsprogramma van de PVV? U weet wel, het programma waarin er wordt gepleit voor een hoofddoekenverbod in overheidsgebouwen. Hoe kan de heer Bosma leerlingen van een islamitische school het gevoel geven dat zij welkom zijn in dit parlement als zijn partij jarenlang pleit voor het sluiten van islamitische scholen? Hoe kan de heer Bosma op een geloofwaardige manier als Kamervoorzitter spreken tijdens de jaarlijkse Ketikoti-herdenking, terwijl hij hier in dit huis nota bene zelf en met een eigen motie heeft voorgesteld om het Tropenmuseum terug te vormen tot een koloniaal museum? Het is totaal ongeloofwaardig en het kan gewoon niet. Naast dat het ongeloofwaardig is, ben ik eigenlijk ook van mening, voorzitter, dat je soms mensen moet beschermen voor bepaalde functies. Soms moet je het hen niet aandoen dat ze bij wijze van spreken als een schizofreen geplet worden tussen hun ware DNA enerzijds en gedragen naar je functie anderzijds. Want voorzitter, kunt u zich voorstellen hoeveel zweetdruppels de heer Bosma moet laten als een staatshoofd van een islamitisch land ontvangen moet worden? Hoeveel moeite hij moet doen om zijn echte mening te verbergen, of nog erger, de ontelbare uitspraken die hij in de afgelopen 6.224 dagen heeft gedaan te moeten nuanceren? Voorzitter, de PVV is allesbehalve mijn partij, maar zelfs de heer Bosma gunnen we veel beter dan dit. Want DENK is een empathische partij. Een partij vol medeleven. En daarom is mijn boodschap via u uiteraard, voorzitter, aan de heer Bosma:
blijf daarom gewoon uw wekelijkse columns met spitsvondig geformuleerde haat voordragen in de Kamer. En zit af en toe een debat voor de afleiding. Dat is beter voor u, maar ook beter voor het land. En dan kom ik aan bij de andere kandidaat. Want dat de heer Bosma hopeloos is gefaald voor het denkexamen, betekent niet automatisch dat Denk de andere kandidaat gaat steunen. Want ook de heer Van der Lee verdient een eerlijke behandeling en gelijke kansen. Wij kijken daarom ook zeer uit naar zijn beantwoording van mijn eerdere vragen aan de heer Van der Lee. En ik wil hem toch wel als voor ons enig overgebleven kandidaat de vraag stellen die ook wellicht beslissend is voor onze fractie. Want wij constateren dat er in dit huis sprake is van een hardnekkige dubbele maat. Want de heer Wilders mocht 20 jaar lang de meest verschrikkelijke dingen zeggen over mensen met een migratieachtergrond, over moslims, over Kamerleden met een hoofddoek en over Kamerleden met een dubbele nationaliteit. Er werd hem geen strobeet in de weg gelegd. En aan de andere kant zie ik dat in het debat en in dit debat of in andere debatten benoemen en daartegen strijden door een voorzitter wel werd bestraft. Dat het gebruik van een leus om op te komen voor de rechten van de Palestijnen door een voorzitter als ongepast werd betiteld. Maar dat aan de andere kant iemand eindeloos mag betogen dat Palestina niet bestaat en dat Palestijnen maar in Jordanië moeten gaan wonen. Voorzitter, ik constateer dat er in dit huis een dubbele maat is. En denk eens benieuwd hoe de heer Van der Lee hiernaar kijkt. En voorzitter, ik kijk uit naar de beantwoording van al mijn vragen. Ik dank u allen voor uw geduld en tot zover mijn eerste termijn. Dank u wel, meneer Ergen. En ik denk een zeer terechte roffel, want u staat hier alsof u nog nooit anders heeft gedaan. Dus laat ik de eerste zijn die u feliciteert met uw medespeech en dank daarvoor het beloofde. Gefeliciteerd. Dank ik schors voor een kort moment, zodat u de felicitaties in ontvangst kan nemen van de collega's.
Ik heropen de vergadering. Verzoek de leden weer hun plaatsen in te nemen. En dan nodig ik mevrouw Michon Derksen uit om namens de VVD haar inbreng te komen doen. Dank u wel, voorzitter. En ik wil natuurlijk beginnen met de heer Ergin ook te feliciteren met zijn medespeech. Ik zie hem even niet, maar hij hoort het vast. En dat zullen ook nog vele volgen en daar kijk ik zeer naar uit. Het is toch prachtig om die persoonlijke verhalen te horen. Dank u wel. Voorzitter, vorige week woensdag zijn wij alle hier beëdigd. Dat was een heugelijke dag. En vandaag kiezen we uit ons midden een voorzitter. En het voorzitten van deze Kamer is de laatste jaren, voor zover dat ook nog überhaupt mogelijk was, een nog zwaardere klus geworden. Continu onder een vergrootglas. De voorzitter is het gezicht van de Kamer en het geweten van ons instituut. En ik wil dan ook om te beginnen beide kandidaten danken voor de stap die zij hebben gezet, een stap naar voren om zich te kandideren voor deze belangrijke rol. Ik heb een heel aantal vragen en ik nodig beide heren uit om ook zeer concreet antwoord te geven, want zo kunnen alle leden een goede afweging maken bij de stemming later vanmiddag. En de voorzitter, zeg ik voorzitter, heeft drie belangrijke rollen en mijn vragen categoriseer ik aan de hand van die drie rollen. En de eerste, dat is het aansturen van de ambtelijke organisatie. En die ambtelijke organisatie wordt hier ook vaak gezegd de ruggengraat van onze Tweede Kamer, waar we ontzettend zuinig op moeten zijn. Hoe gaat de ambtelijke organisatie zich volgens de beide kandidaten ontwikkelen? Er is een ontwikkeling gaande en hoe gaat dat er in het vervolg uitzien? Hoe zien de kandidaten hun rol richting de griffier die aan het hoofd staat van deze ambtelijke organisatie? De heer Bosma stelt in zijn brief dat hij een zekere steun geniet van diezelfde ambtelijke organisatie. En waar baseert hij dat op? En is dat ook in zijn ogen dan ook voldoende steun, een zekere steun? En voorzitter, prettig werken begint bij veilig werken. Hoe bewaken beide kandidaten de sociale veiligheid binnen de organisatie? De heer Van der Lee stelt in zijn brief expliciet te willen werken aan een veilige en productieve werkomgeving vanuit een helder besef van rollen en bevoegdheden. Wat zijn dan die rollen en bevoegdheden en hoe gaat de heer Van der Lee dat dan bewerkstelligen? Wat moet er volgens de kandidaten gebeuren na het verschijnen van het onderzoek van de Universiteit Utrecht over sociale veiligheid en überhaupt? Wordt zo'n dergelijk onderzoek volgens de kandidaten periodiek uitgevoerd? Waarom wel of waarom juist niet? Is de sociale veiligheid van Kamerleden en van fractiemedewerkers, is dat nou een zaak van het instituut Kamer? Of is dat een zaak van de fractie zelf? Ook daarop graag een helder antwoord. En tot slot op dit punt, wat zijn de vervolgstappen na het verschijnen van het onderzoek naar aanleiding van de klachten uit de ambtelijke organisatie richting onze oud-voorzitter, mevrouw Ariep? Dan, voorzitter, mijn tweede punt en dat is de voorzitter als boegbeeld van ons instituut. Het aanzien van onze Kamer wordt sterke mate bepaald door de voorzitter. Te beginnen hier intern. En de hamvraag is natuurlijk, voelt de aanstaand voorzitter zich een voorzitter van alle Kamerleden? Ook van Kamerleden die ideologisch ver afstaan van de eigen ideologie. En dit geldt, wil ik ook maar expliciet zeggen, voor beide heren. Specifiek kan niet onbenoemd laten, neemt de heer Bosma afstand van zijn eerdere kwalificatie dat dit een nepparlement is. En realiseren beide kandidaten zich dat een voorzitter een vol continu baan is. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Neutraliteit is dus te alle tijden een vereiste. En beide kandidaten uiten zich stevig op sociale media. En ik zou willen zeggen, stop daar dan daarna mee, want onthouden beide kandidaten zich van partijideologische uitingen op sociale media als zij 's avonds laat na een dag hard werken in de Kamer thuis op de bank zitten. Maar ook extern, ook voor het contact met iedereen buiten dit parlement wil mijn fractie een voorzitter die neutraal is. Hoe zorgen beide kandidaten ervoor dat zij geen voorkeursbehandeling geven aan bepaalde belangengroepen? En neem bijvoorbeeld een voorbeeld van een tribune vol bezorgde klimaatactivisten of een tribune vol bezorgde boeren. Ook in alle gevallen neutraliteit een vereiste. Want er zijn, voorzitter, in dit huis regels hoe om te gaan met reacties uit het publiek. Worden deze regels door beide kandidaten gehandhaafd?
En in dit kader, hoe reflecteert de heer Bosma op het optreden van zijn fractie die tegen deze regel in bleef zitten op het moment dat de Kamervoorzitter verzocht aan alle Kamerleden om de zaal te verlaten na aanhoudende reacties vanaf de publieke tribune? En er zijn meer regels die wij met elkaar hebben afgesproken om ons instituut hoog te houden, zoals het opgeven van nevenactiviteiten en het transparant maken van neveninkomsten. En niet elke fractie, helaas, voorzitter, is genegen om zich aan deze regels te houden. Hoe gaan beide kandidaten daarmee om? En dan de externe vertegenwoordiging. Hoe zien de kandidaten hun rol als er externe optredens schuren met partijideologie? Vorige spreker refereerde daar ook aan. En wat als een externe hoogwaardigheidsbekleder bijvoorbeeld een contact met de voorzitter afwijst? Hoe gaat u daarmee om? Voorzitter, tot slot maar het pièce de résistance, het voorzitten. Het bewaken van de orde. En dat lijkt zo eenvoudig, maar het is ontzettend ingewikkeld. En terugkijkend stel ik vast dat hierop verbetering noodzakelijk is. Dat zijn we aan onze stand verplicht, want we hebben een voorbeeldrol te vervullen. Zijn beide kandidaten dat met mij en mijn fractie eens? Het debat mag schuren op de inhoud, maar mag geen aanval op de persoon zijn. En wat is betamelijk in een debat? Wanneer is iets onnodig polariserend? En graag een heldere, concrete reactie. Het gaat ook, voorzitter, om de orde van de Kameragenda. Houden we woensdag wetgevingsdag? Houden we die stemming op dinsdag? Houden we die schorsing van 3 uur aan voorafgaand aan de aanvraag van een hoofdelijke stemming? Dat zijn afspraken die we hier met elkaar hebben gemaakt. Hoe kijken de kandidaten daartegen aan? De heer Van der Lee stelt in zijn brief dat de uitvoering steviger onderdeel moet zijn van een wetgevingsproces. Maar wil ik de heer Van der Lee vragen, hoe ziet hij dan de rol van de voorzitter daarin? Hoe gaat de kandidaat om met de lange lijst aan debataanvragen? Want hoe bevorderen we nu dat het parlement niet verdrinkt in al die debataanvragen, waardoor een actuele kwestie pas een half jaar later aan bod komt? Of eigenlijk andersom, hè, dat wetgeving het altijd aflegt tegen een actuele kwestie. Hoe kan de voorzitter het belang van macht en tegenmacht bevorderen? En dat is een wens die ieder Kamerlid, welke rol hier ook zit, heeft. Voorzitter, het zijn veel vragen en dat realiseer ik me, maar het gaat ook ergens over. Ik kijk echt uit naar concrete antwoorden die mijn fractiegenoten nodig hebben om een keuze aan het eind van dit debat te kunnen maken. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Michon Derksen, voor uw inbreng namens de VVD. Ik zie geen interrupties, dus dan ga ik het woord geven aan de volgende spreker van de zijde van de Kamer. Dat is de heer Sneller namens D66. Dank u wel, voorzitter. En allereerst complimenten aan collega Ergin met zijn mooie en indrukwekkende medespeech. En volgens mij een aanwinst voor het parlement als ik dit zo hoorde. Voorzitter, gisteren debatteerden we over de verkiezingsuitslag. Overigens uitstekend voorgezeten door voorzitter Kamminga. En vandaag vormen wij met 150 leden het electoraat. En de keuze die op basis van artikel 61 van de grondwet voor ons ligt, is met slechts 2 kandidaten relatief overzichtelijk. Maar deze voelt voor mij toch zwaar. En ik dank de beide collega's voor hun kandidatuur en overigens ook voor hun werk als leden van het presidium de afgelopen jaren, want ik denk dat dat niet altijd makkelijk is geweest. Voorzitter, gisteren ging het er al uitgebreid over. We hebben als Kamerleden allemaal trouw gezworen of beloofd aan de grondwet. En ik weet niet hoe het met de collega's zit, maar voor mij is dat een moment waarop je ten volle beseft dat je een periode lang een speciale rol mag vervullen om onze democratische traditie te bewaken en voort te zetten. En sinds kort opent onze grondwet met een algemene bepaling die luidt: de grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Denk aan het gelijkheidsbeginsel, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, de onafhankelijkheid van de rechtspraak. En het zijn dergelijke waarden die onze democratische traditie schragen. En de afgelopen jaren is vaak aandacht gevraagd voor het belang van herstel van vertrouwen van de bevolking in hun parlement. Maar ook voor de constitutionele geletterdheid en het rechtsstatelijk besef van Kamerleden. En ik ben ervan overtuigd dat die opdrachten de komende jaren alleen nog maar urgenter zullen worden. En dat legt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de voorzitter. Want de taak van de voorzitter is een stuk meer dan een beetje hameren, zoals kandidaat Bosma in 2021 terecht zei. De voorzitter is boegbeeld van onze Kamer en dus van een cruciale institutionele pijler onder onze democratie.
De voorzitter is hoeder van de orde en bewaker van de grondwettelijke rechten van de Kamer. De voorzitter is vertegenwoordiger van onze Kamer op internationale conferenties. En op die momenten ook het visitekaartje van onze democratie. Evenals wanneer hij gastheer is bij bezoeken van staatshoofden aan Nederland. En daarnaast heeft de voorzitter, het werd al genoemd, een bijzondere verantwoordelijkheid voor de Kamerorganisatie, inclusief de sociale veiligheid. Maar geeft deze ook richting aan de verdere ontwikkeling van de Tweede Kamer als instituut. En onze nieuwe voorzitter moet, wat de D66-fractie betreft, dan ook iemand zijn die de waarde van onze democratische rechtsstaat geloofwaardig kan uitdragen. En niet iemand die een deel van de bevolking stelselmatig wegzet. En voorzitter, ik zal er dan deze keer ook maar direct duidelijk over zijn. Ik zie niet hoe de heer Bosma die rol de komende jaren namens ons allen zou kunnen vervullen. En ik zal proberen uit te leggen waarom. Ten eerste is de heer Bosma verkozen voor een fractie die zich bij herhaling in krenkende bewoordingen diskwalificerend heeft uitgelaten over alle pijlers van de democratische rechtsstaat. Zijn voorman noemde dit parlement een nepparlement. Journalisten die niet alleen een belangrijke functie vervullen in onze democratie, maar ook in deze Kamer werken, noemde hij tuig van de richel. Zijn fractievoorzitter beschuldigde rechters van politieke vooringenomenheid. En de Hoge Raad, ik citeer, een schandvlek in de Nederlandse rechtsstaat. En geen enkele keer nam de heer Bosma hier afstand van. En regelmatig deed hij er zelfs een schepje bovenop. Daar komt bij dat hij is verkozen op een programma met discriminerende voorstellen. En de heer Bosma is hoogstpersoonlijk zelf initiatiefnemer van een wetsvoorstel om mensen met een dubbele nationaliteit het kiesrecht, artikel 4 van de grondwet, te ontnemen. Zowel hun recht om een stem uit te brengen als hun recht om gekozen te worden. Een directe aantasting van dit fundamentele democratische recht van 1,3 miljoen Nederlanders. Hoe kan iemand met deze opvattingen geloofwaardig optreden als voorzitter van dit hoogste democratisch gekozen orgaan? Voorzitter, ook spreekt de Kamervoorzitter namens het instituut Tweede Kamer in het contact met andere landen. Het is vaak de persoon door wie andere landen kennis maken met onze democratie. Dat kan zijn op internationale conferenties met parlementen van andere landen, zoals Indonesië of Zuid-Afrika, maar ook in Europees verband. Dat kan ook zijn bij het ontvangen van buitenlandse gasten, zoals in de afgelopen periode president Zelensky en Macron. Willen wij dan als Kamer vertegenwoordigd worden door de heer Bosma? Dat is de vraag die voor ons ligt. Iemand die hier in Nederland het wantrouwen in democratische instituties aanwakkert. Voorzitter, dan kom ik op mijn tweede punt. Wat voor soort parlement willen wij zijn? En welke rol vervult de voorzitter bij het vormgeven daarvan? Ik denk bijvoorbeeld aan de werkgroep van der Staaij, die zich de afgelopen jaren heeft gebogen over de vraag hoe we als parlement gezamenlijk sterker worden dan de som der delen. Hoe we effectiever kunnen zijn in onze controlerende taak en hoe we meer aandacht kunnen besteden aan wetgeving. Praktisch, hoe we vaker bijvoorbeeld met rapporteurs gaan werken, hoe we kunnen sturen met strategische procedurevergaderingen, etcetera. Maar ook de inspanningen om onze gedragscode en transparantieverplichtingen niet tot een loze norm te laten worden. Of de notitie van voorzitter Bergkamp over de omgangsvormen in dit huis. En deze opgaven vragen wat mij betreft niet alleen om iemand die loyaal uitvoert wat de Kamer in meerderheid heeft besloten, zoals de heer Bosma vorige keer als verweer had. Nee, het vraagt wat mij betreft om een voorzitter die zelf een kompas heeft, die zelf initiatieven neemt, die zelf agendeert, die zelf aanmoedigt. En voorzitter, op die mentaliteit heb ik de heer Bosma en overigens ook de rest van zijn 17-koppige fractie de afgelopen jaren niet kunnen betrappen. Het tegendeel is eerder waar. Dus waar moet ik het vertrouwen aan ontlenen dat een voorzitter Bosma werk gaat maken van het op die manier verder versterken van ons parlement? Voorzitter, dan mijn derde punt. Ik zei het al, de Kamervoorzitter heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor de medewerkers van de Kamer. En mevrouw Michon Derksen zei het allemaal terecht. De komende jaren ligt hier een grote opgave. En ook dit vraagt om een voorzitter die leiderschap toont in plaats van af te wachten. En de valse manier waarop verschillende leden van de PVV-fractie steeds hebben geprobeerd de vorige Kamervoorzitter te beschadigen naar aanleiding van besluiten van het hele presidium, zijn mij niet in de koude kleren gaan zitten en zal ik ook niet snel vergeten. En het heeft wat mij betreft ook het ambt van Kamervoorzitter schade toegebracht. En we hebben de heer Bosma
daar de afgelopen jaren, ook als lid van het presidium, niet over gehoord. En toen we in deze zaal, naar aanleiding van een kamermotie, een wijziging van het reglement van orde bespraken om fracties te verplichten hun beleid ten aanzien van het bevorderen van een veilige werkplek te publiceren, stelde de fractie die de heer Bosma mede bestuurt dat zij zich lekker toch niet aan het reglement van orde zouden houden. En dat doen ze nog steeds niet. Dan heb ik het nog niet over de Kamermedewerkers die behoren tot een van de groepen waar de PVV zich de afgelopen jaren stelselmatig denigrerend over heeft uitgelaten. Ook zij hebben recht op een veilige werkomgeving. En waarom zou een meerderheid van deze Kamer iemand uit een fractie met dit track record deze taak moeten toevertrouwen? Voorzitter, ik kijk uiteraard ook uit naar zijn reactie. Maar de antwoorden van de heer Bosma van de vorige keren dat hij kandidaat was, zijn veelzeggend. Ik ben een robot en zet een knop om als ik in een voorzittersstoel plaatsneem. Of ik ben nooit lid geweest van de PVV, dus spreek me ook niet aan op hun stellingnames. Of ik zal zo neutraal zijn dat het pijn doet aan de ogen. Het zijn de voor hem kenmerkende kwinkslagen en hyperbolen. Maar nooit kwamen er overtuigende antwoorden of oprechte reflectie. En zijn motto lijkt, al even kenmerkend, nooit excuses maken, nooit je woorden terugnemen. En de heer Bontebal zei het gisteren terecht wat mij betreft. Ik vraag me hardop af of dat het type leiderschap is waar we op zitten te wachten. Het is toch eerder een soort Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Als technisch voorzitter onmiskenbaar, innemend en fair. En als woordvoerder namens de PVV grof gebekt en met verschrikkelijke teksten de grenzen van het betamelijke steeds opzoeken en regelmatig overschrijden. En dat je zolang je op die stoel zit diezelfde uitspraken van anderen buiten de orde zou verklaren, is wat mij betreft onvoldoende. Deze Kamer verdient een voorzitter die ondubbelzinnig voor democratische waarden staat en die voorbeeldfunctie door zijn handelen in de praktijk ook waarmaakt. Voorzitter, dat brengt mij ook op de tweede kandidaat. Er zijn al een aantal goede vragen gesteld aan de heer Van der Lee, maar ik heb er nog een paar aan toe te voegen. De heer Van der Lee vraagt in zijn brief aandacht voor de zorgvuldige behandeling van wetgeving. En dat heeft mijn fractie ook hoog staan. Maar toen er een motie voorlag in deze Kamer om de woensdag te reserveren voor die plenaire vergaderingen, voor wetgeving, stemde hij tegen. Dus welke concrete ambities heeft hij nou om dit ook te realiseren? Hoe gaat hij die extra aandacht bewerkstelligen? En de heer Van der Lee schrijft ook dat hij het onderling respect wil vergroten. Ook hier vraag ik aan hem hoe hij in deze steeds gepolariseerdere Kamer dat wil gaan bewerkstelligen. En de werkgroep informatieafspraak onder leiding van collega Inge van Dijk, die heeft een tijdje geleden een rapport over artikel 68 afgescheiden. En dat ligt nog te wachten, ook op uitwerking en het verder ter hand nemen. Hoe wil hij dat concreet invulling gaan geven? En voorzitter, ik noemde al in de context van de heer Bosma het belang van reflectie en lerend vermogen. De heer Van der Lee heeft eerder leiding gegeven binnen een grote organisatie waar ook het nodige aan de hand was. En later heeft hij daarover gezegd dat hij eerder meer had moeten doorvragen. En ik vraag hem, wat heeft hij daarvan geleerd en hoe reflecteert hij daarop? En die reflectie zou ik ook graag willen op de manier waarop de Commissie voor de Werkwijze de afgelopen jaren kapot gepolitiseerd is. Hoe is dat nou gebeurd? Maar vooral, wat gaat hij doen als voorzitter van die commissie straks om dat weer te normaliseren en de geest weer in de fles te krijgen? En tenslotte, voorzitter, als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie over Groningen koos hij ervoor om in Zeerijp, als ik dat goed zeg, voorzitter, midden in het aardbevingsgebied zijn rapport te presenteren. Dat werd alom gewaardeerd en eerder in de Kamer lag er een motie voor van collega's Ploemen en Paternotte om ook de Kamer vaker in het land te laten vergaderen. Die motie werd toen verworpen. Maar ik ben benieuwd hoe de heer Van der Lee kijkt naar die ambitie en of hij van plan is daar meer mee te doen. Dank u wel, meneer Sneller. Ik kijk nog even rond. Ik dacht dat ik mevrouw Van der Plas had gezien voor een interruptie. Mevrouw Van der Plas namens BBB. Ja, ik had een korte vraag aan de heer Sneller. Want wat vindt de heer Sneller dat de Kamervoorzitter moet doen als hier iemand heks of tassendrager van de minister-president wordt genoemd? De heer Sneller. Ik denk dat het allebei opmerkingen zijn waar je wat van zou moeten zeggen als voorzitter. En wat zou de heer Sneller dan ook willen als vanuit zijn eigen fractie hier wordt gezegd dat de
fractievoorzitter van de PVV de loopjongen of het schoothondje van Poetin is? Ik denk dat de voorzitter... sneller, maar ik zit wel even te kijken, want het is natuurlijk een sollicitatiegesprek, eigenlijk in vragen aan deze kandidaten en niet... Dat, de heer Sneller is niet de kandidaat, maar ik laat het even kort Dat snap ik, maar ik stel deze vragen om hem indirect, deze gehoorde beraadslaging kunnen dan misschien ook meegenomen worden, indirect aan deze Kamervoorzitters. Want ik vind namelijk dat er... ik vind helemaal niet dat je het moet doen namelijk, ik bedoel, laat ik dat voorop stellen. Maar ik vind wel dat hier een behoorlijke hypocrisie geldt in de Tweede Kamer. Dat bij de, aan de ene kant, hè, dat mag het allemaal wel en aan de andere kant mag het allemaal niet. En ik vind dus zelf dat het een taak van de Kamervoorzitter is om daar goed op te reageren. En dat is dus een vraag die ik dan ook indirect stel via de heer Sneller. Wat hij dan zelf vindt dat de Kamervoorzitter moet doen. Ik geef hem de gelegenheid daar nog op te reflecteren. En dan... Laat ik in ieder geval verklappen dat ik de afgelopen jaren me soms heb geërgerd aan de neutraliteit van de Kamervoorzitter. En ik denk dat als leden van de fractie zich ergeren aan de neutraliteit van de Kamervoorzitter, dat dat het grootste compliment is. En tegelijkertijd blijft het een hele lastige balans. Omdat ik ook de heer Ergin heb gehoord en hoe hij ervaart dat er soms een dubbele standaard is. En ik dat ook wel snap. Dus ik denk dat zojuist eigenlijk... door mevrouw Michon Derksen dat heel goed is neergezet, zo neutraal mogelijk. En dat dat de belangrijkste toetssteen is. Dank u wel. En dank ook voor uw inbreng namens D66. Dan is het woord nu aan de heer Klaver namens GroenLinks PvdA. Voorzitter, dank. Allereerst hartelijke felicitaties aan collega Ergin. Zo'n eerste, je maiden speech is altijd bijzonder, dan ook nog in zo'n debat als deze. Ik heb met veel plezier naar uw bijdrage geluisterd en wens u heel veel succes hier in deze Kamer. En ook compliment voor mevrouw Michon Derksen. Ze had eigenlijk het beste voorstel, vond ik eigenlijk al tot nu toe, van deze hele nieuwe Kamerperiode. Ik zou het wel iets willen uitbreiden. U zei eigenlijk, ga van Twitter af, hè, als u van X, als u voorzitter wordt, of maak daar geen gebruik meer van. Misschien een suggestie die we ook aan meerdere Kamerleden zouden kunnen meegeven. Om, zoals we het toch hebben over de kwaliteit van het functioneren van dit parlement. Dus, maar wellicht kunnen we daar het nog op een later moment met elkaar over hebben. Voorzitter, voordat ik inga op de beide kandidaten, ik vind het dapper dat jullie hier zitten. Hè? Het gaat veel over, het moet een veilige werkomgeving zijn. En hoe veilig is het eigenlijk dat je een sollicitatiegesprek hebt met 150 mensen die je allemaal mogen roosteren. Maar ik kijk er nu al naar uit om dat nu te mogen doen. En dan nog één ding wat ik aan ons allemaal zou willen meegeven. Een beetje de aanleiding zojuist van naar het debatje met Joost Sneller, die ook Kamervoorzitter lijkt te zijn. In ieder geval naar zijn kwaliteiten werd gevraagd. Ik loop hier best een tijdje mee. En ik heb ook iets zien verschuiven in hoe het parlement werkt. En de eerste Kamervoorzitter die ik meemaakte was Gerdy Verbeet. En die zei ook wel eens, gewoon tegen een Kamerlid, zonder heel hard te zeggen, dit is onacceptabel, dit kan niet of dit kan wel. Ik vind dat u hier toch te ver gaat, neem die woorden terug. En Kamerleden over het algemeen toen luisterden nog net iets beter naar de voorzitter. Dus we kunnen heel erg naar de voorzitters kijken, maar volgens mij is het ook heel erg aan Kamerleden zelf om te kijken naar op wat voor wijze laten wij ons ook sturen als een voorzitter denkt in te grijpen op het moment dat dat gebeurt. Zeg ik ook tegen mezelf. Voorzitter, ik ben verknocht aan dit parlement. Het is de allermooiste plek en het is een enorme eer om hier te mogen werken. Wij vertegenwoordigen hier heel Nederland. Hier komen alle meningen van dit land samen. En dit is de plek waar wij op een vreedzame manier onze meningsverschillen moeten slechten. En op onze beste dagen ervoor moeten zorgen dat we dit land vooruit helpen. Net als u krijg ik regelmatig berichten, ik denk ook u, dat als je niet in deze plenaire zaal bent, dat mensen vragen, waar ben je? Heb je weer een vrije dag? Alsof het... Het is maar goed dat ik u niet kan horen, mevrouw Beckerman. Maar wat zijn jullie aan het doen? En dat komt toch omdat heel veel mensen ook denken, wat hier in de plenaire zaal gebeurt, dat is eigenlijk het enige werk wat er is in de Tweede Kamer. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het is best bijzonder dat je nu zoveel Kamerleden hier in de zaal ziet. Dat is ook omdat er nu geen andere activiteiten zijn gepland. Op andere momenten zijn er in de commissiezalen wordt er gewerkt. Je parlementaire enquêtes, worden de werkboekbezoeken gedaan. Eigenlijk is het werk hier in de plenaire zaal het topje van de ijsberg van alles wat wij als Kamerleden doen. Dat is ook het werk van een Kamervoorzitter. Dus ja,
Het is belangrijk dat een Kamervoorzitter die voorzittershamer goed kan hanteren. Ook mijn complimenten aan u trouwens, voorzitter, hoe u dat gisteren heeft gedaan. Dus het is van belang hoe een debat hier wordt geleid. Met souplesse, met humor, en ik heb dat ook de beide kandidaten zien doen. Maar het werk houdt nog zoveel meer in. Dat staat ook uitgebreid omschreven in de functieomschrijving. Allereerst zou ik willen ingaan op welke rol de voorzitter heeft in het ervoor te zorgen dat de Kamer de informatie krijgt waar ze recht op heeft. Artikel 68, daar is al heel vaak aan gerefereerd. Iedere voorzitter opnieuw in iedere periode heeft dan weer een overleg met de minister-president. Er worden afspraken gemaakt. Ik kan me niet herinneren dat die ooit echt zijn nagekomen. En op welke wijze gaan de beide kandidaten zijn van plan om ervoor te zorgen dat de Kamer ook echt de informatie krijgt waar ze recht op heeft? Dat geldt niet alleen in de informatie die we schriftelijk vragen, maar ook in de debatten zelf. Een grote ergernis voor mij zijn bewindspersonen. Kijk, iedereen gaat over zijn eigen antwoord, wordt vaak gezegd, maar zijn bewindspersonen die gewoon geen antwoord geven. En dat is echt iets anders dan een antwoord geven wat je niet bevalt. En ik ben benieuwd of de kandidaat-voorzitters ook dat onderscheid zien en op welke wijze ze er ook voor willen zorgen dat enerzijds bewindspersonen worden beschermd en op een juiste wijze worden bejegend, maar aan de andere kant heel streng zijn opdat ze met nonsensantwoorden hier niet wegkomen, al moet er 25 keer geïntrumpeerd worden op dat punt. Dan gaat het over het leidinggeven aan bijna 700 fantastische mensen die hier in dit parlement werken. Wij zouden hier dit werk niet kunnen doen zonder al die 20 diensten die hier zijn. En dat vraagt nogal wat. Dat heeft de afgelopen tijd ook laten zien. Bijvoorbeeld als het gaat over de sociale veiligheid. Kunnen de beide kandidaten ingaan, niet alleen op welke plannen ze hebben, maar ook op welke relevante ervaring zij bogen. En daarop ingaan op wat voor manier zij die hier willen inzetten om ervoor te zorgen dat deze organisatie als een geoliede machine blijft lopen. En dan is het ook al vaak gegaan over de belangrijke rol die je hebt als voorzitter. Je bent één van de gezichten van Nederland. Dus als er staatsbezoeken zijn, dan hebben we een koning die daarin een rol speelt. We hebben natuurlijk de premier, we hebben ministers, maar ook de voorzitter van de Kamer. Persoonlijk een hoogtepunt vond ik dat president Zelensky naar ons parlement is gekomen. Dat zijn de momenten waarop je als Kamervoorzitter de ontvangst moet doen. En ik ben heel erg benieuwd, en dan kijk ik specifiek ook naar de heer Bosma. Over verschillende landen, over verschillende regeringsleiders, heeft u toch niet altijd even diplomatieke opvattingen gehad. En naar ik heb begrepen, bent u ook actief op X. Heb ik ook even gezien dat u daar dat ook wel eens wat over heeft gecommuniceerd. Dan wel hier in de Kamer. Hoe gaat u dat doen? Op welke wijze ziet u het voor zich om deze buitenlandse staatshoofden hier te ontvangen? En dan nog een belangrijk punt. In de functieomschrijving, daar wordt gezegd dat het inzicht in de staatsrechtelijke verhoudingen belangrijk is voor deze rol. En daar wil ik wat langer bij stilstaan. Ook gelet op het debat wat we hier gisteren hebben gehad. Hoe gaan we om met de rechtsstaat? Wat zijn de grenzen? Hoe gaan we daarmee om? En als het gaat over die staatsrechtelijke verhoudingen, dan is het heel goed om te beseffen dat wij als parlement één van de staatsmachten zijn. En de heer Bosma, u heeft zich, ik ga echt niet alles wat u heeft gezegd erbij halen, maar ik wil het wel hieraan relateren. Als u het heeft over de rechterlijke macht, ook een van de staatsmachten, dan heeft u het gehad over D66 rechters. Dan heeft u, en dat zoek ik even erbij, want ik wil precies zijn hierbij, eerder gezegd dat rechters in Nederland onafhankelijk zijn. Het was van ja, maar ze zijn niet onpartijdig. We zien dat veel uitspraken lijken op het programma van D66. En als voorzitter van het parlement ben je ook hoede van de rechtsstaat. En zoals het functieprofiel wat we met elkaar allemaal hebben vastgesteld, gaat het toch ook over dat inzicht in die staatsrechtelijke verhoudingen. Zou u daar wat verder over kunnen uitweiden hoe u daar naar kijkt? En datzelfde geldt voor de omgang met journalisten. De wijze waarop u zich eerder heeft uitgelaten daarover door te zeggen de journalisten Tuig van Richel. Ik zou u ook willen vragen, kunt u daarop reflecteren in het licht van de rol die het parlement heeft in de staatsverhoudingen, hoe u daarnaar kijkt en op wat voor wijze u ook hier in het parlement zorgt voor een veilige werkomgeving voor deze journalisten. Tot slot. Het is gisteren in het debat ook veel gegaan over democratisch ethos. Ik
weet niet zeker of iedereen weet van wie dat woord kwam, maar het was de heer Bontebal. En ik denk dat dat het punt is wat heel belangrijk is, waar we ook naar zoeken, ook bij de voorzitter die dit parlement moet gaan leiden. Op wat voor wijze deze persoon dat aan de dag legt. En ik vind dit een bijzondere dag, omdat ieder Kamerlid voor zichzelf de afweging moet maken en welke kandidaat die gaat steunen. En misschien, velen van u zijn misschien nog in dubio, die twijfelen, die kijken reikhalzend uit naar de antwoorden van de kandidaat. Ik hoop dat u het mij vergeeft dat ik mijn keuze wel heb gemaakt. En dat, ja, sorry, ik zie grote teleurstelling, maar dat mijn stem naar de heer Van der Lee zal gaan. En ik hoop dat u mij toestaat om iets te zeggen waarom dat is. Ik ken de heer Van der Lee, ik mag Tom zeggen, nu al bijna, ik denk, het is nu bijna 20 jaar. En wat ik het allerbijzonderste vind aan de wijze waarop ik de heer Van der Lee heb leren kennen, is dat het iemand is die zich altijd weet weg te cijferen voor het collectief. Die het collectief altijd belangrijker maakt dan zijn eigen opvattingen. Dat is hoe hij altijd heeft gewerkt toen hij voor de fractie werkte. Dat is hoe hij zich heeft opgesteld toen ik heb meegemaakt als Kamerlid. Hoe hij er altijd voor wil zorgen dat het collectief beter functioneert. En dat is nou een van de kernkwaliteiten die je volgens mij als voorzitter moet hebben. Er staan als het moet. Er staan als er verantwoordelijkheid genomen moet worden. Er staan als er moeilijke debatten zijn. En tegelijkertijd jezelf weten weg te cijferen. Niet belangrijker te maken. En ervoor te zorgen dat andere mensen om jou heen goed kunnen functioneren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Klaver, voor uw inbreng namens GroenLinks PvdA. Dan is de volgende spreker van de zijde van de Kamer, de heer Eertmans, namens JA21. Voorzitter, dank u wel. Collega's, goedemiddag. Allereerst mijn felicitaties aan de heer Ergen voor zijn medespeech en een aantal punten vanuit jaar 21. De nieuwe voorzitter moet er voor iedere partij zijn. Klein, groot, links of rechts. Een voorzitter moet vooral boven, maar ook tussen de partijen staan. Hij moet begrip hebben voor het debat, maar zal ook ingrijpen als het moet. Twee, jaar 21 ziet niets in het verbieden van woorden of vragen om woorden terug te nemen. Mijn vraag aan beide kandidaten is hoe zij de rol van de vrijheid van meningsuiting vinden in het debat. Hoe zien zij dat? Drie, we hebben als Kamerleden een voorbeeldfunctie. En wij kunnen de voorzitter, en ik heb dat eerder ook gezegd in andere debatten, niet als enige de schuld geven als het hier uit de hand loopt. De voorzitter zit er namens ons allemaal en wij zijn een voorbeeld voor iedereen die kijkt en voor alle Nederlanders. En wij dienen onszelf daarom ook normaal te gedragen. Voorzitter, het via de voorzitter. Deze ongeschreven regel is echt bijzonder storend. In elk debat. Het is namelijk goed bedoeld, namelijk een aanval mag niet persoonlijk worden, daarom hebben we hem ook, maar alle beledigingen gaan nu gewoon via de voorzitter. Ik heb dat ook heel vaak gezien en ik heb daar vaak een opmerking over gemaakt. Dan komt die voorzitter er meteen tussen als je net een beetje een hitsig debat aan het voeren bent. Nee, u bedoelt niet mij, u bedoelt de minister. Dat gebeurt in de commissie, dat gebeurt hier plenair. Het is echt ontzettend een goed middel om elk debat doodsaai te maken. En we moeten daarvan af. Dat is iets, een stokpaardje van mezelf. Want we moeten de degens kruisen, we moeten goede discussies met elkaar voeren. Maar dan niet de hele tijd het geëmmer van het moet via de voorzitter. Want dat is eigenlijk een instrument dat totaal niet meer werkt. Voorzitter, nogmaals, ik heb echt heel veel beledigingen en onfatsoenlijke opmerkingen via de voorzitter zien gaan. Dus daartegen helpt het zeker niet. Maar voor de kijker thuis is het een constante interventie in een goed debat. En het maakt ook video's totaal waardeloos. Want net zo'n mooi fragment wordt dan weer onderbroken door de voorzitter. Voorzitter, daar kunnen we zonder. Een paar vragen aan beide kandidaten. Voorzitter, de eerste. Het fatsoen. Hoe denkt u dat te gaan bevorderen? Ik heb hier een middelvinger gekregen van mevrouw Simons in de vorige periode. Ik had het niet eens in de gaten. Ik heb het later van iemand anders gehoord. Ik heb het teruggekeken. Ik heb het met Vera Bergkamp, de vorige voorzitter, overgehaald. En zei, ja, moet je daar nou mee? Ja, ik vond dat dus echt wel eigenlijk over de grens om dat te doen. Maar de vraag is in het algemeen, hoe denkt u dat te kunnen bevorderen dat soort dingen niet gebeuren. Heeft u ideeën om de parlementaire procedures te innoveren? Bijvoorbeeld stemmen op vrijdagochtend in plaats van 2:30 s'nachts. Drie, wat wilt u doen met moties die niet worden uitgevoerd? En dat zijn er zoveel. Ik ben gestopt met tellen. Of het is het bekende kluitje in drie dat ergens weggemoffeld in een brief van we gaan het ooit oppakken in het land van ooit. Deze week nog Oekraïne-motie, wordt niet uitgevoerd. Wat doen we daarmee? Wat is uw opvatting? We moeten daar sancties op gaan zetten.
of naming en shaming. Ben benieuwd. En tot slot twee specifieke vragen aan de heer Van der Leen. U verwijst in uw brief naar uw bestuurservaring bij Oxfam, NOVIP. Maar in uw tijd, ik geloof dat de heer Sneller er ook iets over zei, is het niet allemaal vlekkeloos gegaan binnen die organisatie. En hoe reflecteert u nou vandaag de dag terug op uw rol als bestuurslid en de wantoestanden toentertijd, zoals het misbruik door de Britse tak van Oxfam? U hebt in 2018 aangegeven dat u betreurt dat u destijds niet meer hebt doorgevraagd en u bood ook persoonlijk excuses aan de slachtoffers. Maar u weet, het presidium is de laatste jaren ook door een nogal roerige periode heen gegaan. En begrijpt u dan de twijfel bij mij, in het licht van de situatie rond de Kamerorganisatie, of u dan wel de juiste man bent als voorzitter, als u niet doorvraagt op het moment dat het nodig is? En tweede, zijn gisteren her en der wat vragen gerezen over uw rol op de avond van de moord op Fortuin, 6 mei 2002. Uw partijgenoot, de heer Roosmuller, heeft gezegd in zijn boek van lang geleden, ik geef het toe, 2003, het boek Een mooie hondenbaan. En dan citeer ik de heer Roosmuller. Tom vertelde mij dat hij is gebeld en dat de moordenaar waarschijnlijk een milieuactivist is. Ik kan wel door de grond zakken. Hoe wist u dat? Vraag ik aan de heer Van der Lee. En wat deed u met de informatie? Voor ons is dit belangrijk om dat beantwoord te hebben vandaag. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel, meneer Eerdmans, voor uw inbreng namens JA21. Dan is nu het woord aan mevrouw Van Vroonhoven namens Nieuw Sociaal Contract, die ik eigenlijk een welkom terug moet heten. Voorzitter, dank. Allereerst de complimenten aan de heer Ergin. Van harte gefeliciteerd met de medespeech. Ik zei u net ook al van de kop is eraf. Geen medespeech voor mij, zeg ik aan de kandidaatvoorzitters. Al voelt het natuurlijk wel een beetje zo. Sinds ik in 2010 alweer de deur van de oude Tweede Kamer achter me dicht heb geslagen en ook echt was met de bedoeling om hier nooit meer terug te komen, is er echt al heel erg veel veranderd hier. Ik zie een instituut ik hoor andere namen. Ik hoor de AO's niet meer, de VAO's niet meer. Ik hoor een drie-uursregeling, nou, dat is allemaal nieuw. En ook qua toon en taal is het veranderd. We zijn harder naar elkaar, we zijn grover naar elkaar geworden. En je ziet ook dat de verschillen tussen de fracties groter zijn geworden. Ze zijn gegroeid, de afstanden zijn groter geworden. Maar ja, er is ook veel hetzelfde gebleven, dat zie ik ook. Ik herken de bodes, ik herken mensen uit het restaurantbedrijf. En zelfs sommige Kamerleden zijn hetzelfde gebleven. En wat ook onveranderd is gebleven, is de kamerdiscipline. Je ziet dat het nog steeds heel lastig is voor Kamerleden om zichzelf te matigen. Als je het hebt over het aanvragen van vragen het indienen van moties. Dat blijkt heel erg lastig te zijn. Kom ik bij die voorzitter waar we het vandaag over hebben. Het is namelijk deze Kamervoorzitter die we vandaag gaan kiezen, die de cultuur hier in de Kamer kan maken of breken. Het vertrouwen in de Tweede Kamer kan maken of breken. En die daarmee ook het vertrouwen in de Nederlandse democratie kan maken en breken. En dat is op een aantal punten heel erg goed gegaan de afgelopen tijd. Maar op een aantal punten is er ook absoluut ruimte voor verbetering. Want die neutraliteit is al een paar keer hier eerder gevallen. En dan heb je het ook dat alle beertjes even lief moeten zijn voor een Kamervoorzitter. Nou, het afgelopen jaar heb ik mogen schaduwdraaien in een groep, bij een afsplitser nog wel. En ik kan u zeggen, als je dat zo van dichtbij meemaakt, dan zie je hoe weinig de bescherming ook kan zijn in sommige gevallen. Als je bij een gevestigde club werkt, en dat heb ik natuurlijk ook gedaan, dan zie je dat het kamerwerk heel anders kan zijn. En dan kan je ook zien hoe eenzaam het kan zijn als je op zo'n manier dan politiek moet bedrijven. En niemand die je dan helpt, je hebt minder medewerkers, je hebt minder spreektijd. En in sommige gevallen heb je bijvoorbeeld in een procedurevergadering ook gewoon geen stemrecht. Ik heb me daar echt over verbaasd. Voor het functioneren van een democratie moet die voorzitter dus inderdaad ook gewoon fracties groot en klein gewoon op dezelfde manier behandelen. Heel eerlijk, en beide kandidaten, ik kijk ze ook allebei nu even aan, die hebben daar vanuit hun functies in het presidium niet de durf gehad om toen op te staan. Om die eenlingen wat dat betreft ook te beschermen. En ik kan niet verder voordat ik dat vanaf deze plaats toch eventjes benoemd heb. Voorzitter,
Moeten we wel zeggen dat hier de twee kandidaten die hiervoor staan het lef hebben getoond, de moed hebben gehad om hier te staan. Ik heel veel dank daarvoor, want we hebben hier twee kandidaten voor ons staan die heel verschillend van aard zijn. Dus we hebben hier wat dat betreft ook echt heel wat om uit te kiezen. En aan u, en dan kijk ik nu even die twee kandidaten aan, om ons te helpen om dat hart van die democratie sneller te laten kloppen en ook om naar een hoger plan te brengen. Langs welke lijnen wij dat nu gaan meten en beoordelen? Nou, laat ik u hier vooraf zeggen dat voor onze fractie het absoluut een vrije kwestie is. Wij hebben hier geen achterkamertjesdeals. We hebben hier geen dwingend, nog een dringend stemadvies vandaag. Onze fractieleden bepalen zelf aan de hand van de vragen die ik u hier stel. En we komen, als het goed is, ook na het debat eventjes bij elkaar terug om te kijken wat voor individuele keuze zij hier kunnen maken. De vragen die wij hier hebben voorbereid, stel ik langs drie lijnen. Aan de kandidaat Kamervoorzitter als representant van de democratie, als ambassadeur van ons belangrijkste instituut. Aan de Kamervoorzitter, kandidaat Kamervoorzitter als manager van een grote club. En ook als de Kamervoorzitter als een goede technisch voorzitter. Nou, laat ik beginnen bij de representant van de democratie. Voor Nieuw Sociaal Contract is het bereiken van die andere politieke en bestuurlijke cultuur eigenlijk onze raison d'être. Dat is ons bestaansrecht, daarvoor zijn we hier opgericht. Kijk ik u beiden even aan, u zal onze bondgenoot hierin ook moeten zijn. Ik noem daarbij ook drie onderdelen uit ons eigen verkiezingsprogramma die wij hier graag, waar wij graag u als buddy willen hebben. Als eerste noem ik het goede bestuur dat vraagt om een andere politieke cultuur hier in de Tweede Kamer. We hebben een cultuur nodig waar de inhoud en die langere termijn echt meer op de voorgrond komt te staan. En die waan van alle dag, weet je, daar moeten we met z'n allen een beetje loslaten. Van de Kamerleden verwachten wij dat ze ook meer oog hebben voor de gevolgen voor de burgers. In plaats van alleen maar te letten op modellen en wat erbij komt. Die scoringsdrift moet, en kijken we ook naar onszelf, moeten we echt naar het minimum gaan beperken. We hebben Kamerleden nodig die zich weer richten op die kerntaken. En die ook het behandelen van wetten en begrotingen gewoon echt weer serieus neerzetten. En het controleren van de regering en daar ook niet bang voor zijn. Bestuurlijk lef, dat politieke lef, hebben we met elkaar ook nodig. En hoe kan u ons daarbij helpen? Nou, in dat licht vragen wij u bijvoorbeeld, hoe gaat u om met die 30-ledenregel die we met elkaar hebben? Wij vinden het ontzettend belangrijk dat een aanzienlijke minderheid dingen kan agenderen. Maar we zien hier ook een fractie die daar ook te pas en te onpas misbruik of gebruik van zou kunnen maken. Ik vraag u beiden, hoe gaan we dat disciplineren met elkaar? Of denkt u van, nee, dat laten we gewoon de vrije loop? Ik zou hier graag een goed antwoord van u willen hebben. Het tweede punt in die puntje van de democratie is dat de Tweede Kamer medewetgever is. Die moeten wij ook serieus nemen. Dan heb je het over het indienen van initiatiefwetsvoorstellen, nota's, alles wat erbij komt kijken. We moeten ook aan de wetgevingsbehandeling moeten met elkaar serieus nemen. Wij vinden bijvoorbeeld dat als je het hebt over grote wetsvoorstellen, dat je die weer gewoon artikel per artikel zou moeten kunnen behandelen. In sommige hele grote gevallen is dat wel gedaan, maar dat is lang niet de standaard. En ik vraag aan u beiden, bent u bereid om hier op dit punt met ons op te trekken? Ten derde willen wij onze eigen fractiegenoten in ieder geval aanmoedigen om ministers en ambtenaren gewoon kritisch te volgen en ook scherp te zijn, ook op de inhoud van hun resultaten. Wij willen heel graag dat we hier naar een leercultuur komen en we kunnen met z'n allen terugblikken, maar dat moet geen per se een afrekencultuur worden. We moeten met elkaar vooruit. Heel zwaar nemen wij die ministeriële verantwoordelijkheid. Hoe denkt u, vraag ik aan de beide heren, dat dualisme tussen de Kamer en de regering beter te kunnen bevorderen? Ik vraag u, en ik hoorde de heer Sneller dat ook al noemen, die artikel 68 van de grondwet, die informatievoorziening. Daar hebben we met elkaar, vinden we dat een belangrijk item. Die voorstellen die nu voorliggen, die moeten worden uitgediept. Hoe gaat u dat verder doen? En daarnaast heb ik nog een concrete vraag aan de heer Bosma.
Die vraag is al gesteld, inderdaad, dat u inderdaad het amendement heeft gesteund van de kant van de PVV. Dat een voorzitter inderdaad zelf eigenlijk uit van de kant van de oppositie moet komen. U bent nu hard bezig om... we zijn nu naar de onderhandelingen toe. Hoe ziet u zelf uw rol als voorzitter als u niet die oppositierol heeft? Voorzitter, dan de Kamervoorzitter als technisch voorzitter. Wij staan hier voor een respectvolle omgang met elkaar. En wij willen dat alle bewoners van Nederland met respect en ontzag worden behandeld. En dat geldt natuurlijk ook voor parlementariërs, bewindspersonen en ambtenaren. Wij wensen geen beledigingen, geen grove taal en willen eigenlijk ook een soort van etiketten hier. En wij zouden dat heel erg graag helder vertaald zien hier in de Kamer. Graag zouden wij van beide kandidaten horen waar uw grenzen liggen. En in het verlengde daarvan ook speciaal de heer Bosma. In het verleden heeft u uitspraken gedaan en ook uw partijleider en dat nep-parlement werd daar genoemd. Wat zijn dat, als u terugkijkt, zijn dat uitspraken die grens overschrijden of vindt u dit allemaal ook in het verleden aanvaardbaar? Ten slotte de Kamervoorzitter als manager van die grote club. Ik hoop dat u mij een beetje gespijt geeft omdat het de eerste keer is. Dat aspect van het managen is ook heel belangrijk. En wat dat betreft wil ik ook hier één punt noemen dat ons als een steen op de maag ligt. En dat is de kwestie Ariep. In onze ogen heeft de vorige Kamervoorzitter, maar ook het toenmalige presidium waar u beiden in zat, hier belangrijke steken laten vallen. Hier is een oud-Kamervoorzitter in onze ogen onnodig geschaad en onnodig hard gestraft. En daarom aan u beiden de vraag, wat zou u terugblikkend anders hebben gedaan? Hoe zou u deze kwestie nu echt zo snel mogelijk willen oplossen? En bent u bereid de Kamerleden inzage te geven in alle stukken die nu voorliggen? En juist ook in de juridische adviezen die wat dat betreft voorliggen. Ik verwacht van u hier een helder antwoord. Voorzitter, dan concluderend. Voor ons is inderdaad het verstevigen van de positie van de Tweede Kamer cruciaal. Wij zullen daarop letten. Wij verwachten van u beiden dat u zich daar ook hard in maakt. Voor ons gaan wij, na beantwoording van uw vragen, trekken wij ons terug. En dan zullen wij op basis van die openhouding die wij in de fractie hebben, onze eigen eindafweging maken. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van Vroonhoven. Voor u vertrekt, u heeft de interruptie van mevrouw Koekoek namens Volt. Dank, voorzitter. En niet uw mede-speech van mevrouw Van Vroonhoven, geloof ik, maar wel toch welkom terug in de Kamer. U bracht in uw inbreng naar voren raison d'être van uw sociaal contract, goed bestuur. En de staatsrechtelijke verhoudingen van de voorzitter die de voorzitter in de gaten moet houden, horen daar ook bij. Omdat dit zo centraal stond in de inbreng, ga ik toch de vraag stellen. Gisteren is er een motie ingediend die dwars door die staatsrechtelijke verhoudingen ingaat. Daar stond nu sociaal contract onder. Ik heb daar zelf in mijn inbreng aan beide kandidaten gevraagd, hoe gaat een voorzitter daarmee om? En eigenlijk wil ik dezelfde vraag nu aan mevrouw Vroonhoven stellen. Voorzitter, gisteren is een motie ingediend en dat was een spreektijdmotie. Je kan heel veel zeggen over moties en ik zeg u, er worden ook moties ingediend. Er worden heel veel moties ingediend en wat dat betreft is het ook zijn sommige moties sterker dan andere. Maar dit is een motie die inhoudelijk gewoon echt niet meer dan een oproep doet. En wat dat betreft denk ik dat hij net door de beugel kon. Tot slot op dit punt, mevrouw Koekoek. Behalve dan het probleem natuurlijk van de motie niet zozeer was dat het een spreekuitmotie was. Het probleem van de motie was, hij was niet behandeld in het debat. Het ging namelijk, dat was een oproep aan de Eerste Kamer, wat bijzonder is van de Tweede Kamer, om de spreidingswet niet te behandelen. Dank u wel, maar we zitten hier op een debat voor de verkiezing van een voorzitter. We hebben gisteren een debat gehad over die motie, dus ik kan me wel voorstellen dat u een reflectie daarop wil, mevrouw. Dus ik zou nu niet een debat willen doen of die motie al dan niet opportun was in het debat van gisteren. Heb ik een oordeel over uitgesproken als voorzitter toen, tijdens dat debat. En dus ik zou wel in die context de vraag nog willen toestaan. Nee, voorzitter, dat is ook niet de intentie om uw beslissing daarover gisteren nog eens te herroepen. Maar ik krijg een antwoord dat niet ingaat eigenlijk op de vraag die wordt gesteld. En mijn vraag wordt eigenlijk opzij gezet als, ja, ach, het is een spreekuitmotie. En daarom preciseer ik de vraag. Graag. Maar ik denk dat die nu voldoende gepreciseerd is.
En daarbij vraag ik nogmaals de vraag. Vanuit NSC, goed bestuur moet centraal staan. Staatsrechtelijke verhouding moet centraal staan. Wat zou een voorzitter dan moeten doen? Wat zou de voorzitter moeten doen in zo'n geval? Nee, ik denk als een Kamer uitspreekt, dat daar op dit moment de Kamervoorzitter echt niet voor hoeft te liggen. Natuurlijk, deze motie verdient misschien niet de absolute schoonheidsprijs, maar hij kon absoluut wel door de beugel. Dank u wel. Ik ga niet de discussie openen over deze motie al dan niet. Dus ik ga de heer Stoffer uitnodigen voor zijn inbreng namens de SGP. Voorzitter, in de eerste plaats ook felicitaties vanuit onze zijde naar de heer Ergin met zijn medespeech. En voorzitter, dan wil ik een woord van dank uitspreken naar de beide heren die hier zitten, de heer Bosma en de heer Van der Lee, dat u zich beschikbaar stelt om het Kamervoorzitterschap, indien u gekozen wordt, op zich te nemen. En die dank gaat ook naar de beide fracties, PVV en de Partij van de Arbeid GroenLinks. De ene De fractie heeft er heel veel nieuwe mensen bij, de andere heeft er veel nieuwe mensen bij. En u bent beide een steunpilaar, zeg ik via de voorzitter, in die fracties. Dus het zal ook wat betekenen voor de fracties als een van u beiden dadelijk uit zo'n fractie praktisch gezien wegvalt. Goed, voorzitter, ik wil er ook bij gezegd hebben van wie van u beiden het ook wordt. Ik denk dat we als Kamer een goede voorzitter zullen hebben, want u beiden bent denk ik goed gekwalificeerd. Laat ik ook helder zijn, het is in onze fractie een vrije keuze. En wat mijn fractiegenoten doen, mogen ze zelf weten. Ik heb wel een voorkeur uitgesproken, laat dat ook helder zijn. Maar het debat wat we hier vandaag met elkaar voeren, is wel essentieel voor mij en ook voor mijn fractiegenoten, om straks uiteindelijk die keuze te maken van op wie stemmen wij. De voorkeur die ik op dit moment heb, is met name gelegen in, kijk, je kunt heel goed kijken naar wat mensen beloven. En u belooft beide veel in de brieven die u schrijft. Maar het gaat natuurlijk ook om datgene wat je de afgelopen jaren hebt laten zien. En als ik dan kijk, dan moet ik zeggen dat de heer Bosma in de 5,5 jaar dat ik hier in de Kamer zit echt geëxceleerd heeft als voorzitter. En dat is op dit moment voor mij ook de reden dat ik zeg, daar ligt momenteel mijn voorkeur. Voorzitter, ik heb ook een aantal vragen. En ik denk dat het goed is om die vragen aan de kandidaten voor te leggen. Ik heb een aantal vragen aan hen beiden. En ik heb een paar specifieke vragen aan iedere kandidaat. De eerste vraag die ik had staan, die is eigenlijk door de heer Sneller al op tafel gelegd. En u zult dat van mij misschien ook verwachten, maar er zijn een heel aantal initiatieven ontsproten aan de werkgroep van de STAR 2. Het rapport Meer dan de som der delen. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe u beiden daartegen aankijkt, die rol van de Kamer, de versterking van de Kamer als tegenmacht en vooral ook dat ambacht als Kamerlid. Hoe wilt u dat in het licht van het rapport van de STAR 2 echt vorm aangeven? Ik zou wel heel graag van u daar een aantal concrete voorbeelden hebben van wat u zou doen als u vanaf vanmiddag op deze stoel zou zitten. En ik zei natuurlijk al, u belooft veel in de brieven die u beide schrijft. En wat ik daar zie is allemaal dingen waar u goed in bent, wat u wilt doen enzovoorts. Maar ieder mens is beperkt, zelfs u beiden. En wat dat betreft zou ik ook wel willen weten of u enige reflectie hebt op waar u minder goed in bent. En dat hoeft niet te betekenen dat je denkt, nou dat kan ik helemaal niet. Of dat weet ik, maar u heeft ongetwijfeld zaken van denken, ja daar zou ik toch best tegen opzien. En hoe denkt u daarmee om te gaan? Ik zou wel graag willen weten of u daar ook enige reflectie op kunt en wilt tonen. Ik heb nog een derde vraag, voorzitter, aan beiden. Ik heb getwijfeld of ik hem zou stellen, maar omdat vanuit Denk daar ook een vraag over kwam, dacht ik, ik wil hem toch voorleggen. Want het is hier een aantal keer in de zaal voorgekomen dat de leus From the River to the Sea, Palestine will be free, is gehanteerd. En ik zou van u beiden willen weten, als dat opnieuw hier zou zijn, wat doet u dan? Hoe gaat u daar ook mee om? En een vraag die ik ook aan u beiden wil stellen is, het is meer naar voren gekomen, hoe gaat het met de organisatie om? Ik zou wel heel specifiek willen weten, we hebben dadelijk een nieuwe griffier. Er zit hier een heel ervaren tijdelijke griffier. Ja, die krijg je natuurlijk niet van de plek. De nieuwe griffier ken ik niet. Ik ga ervan uit dat ook een hele goede griffier is. Heeft denk ik beide een rol gespeeld in de selectie daarvan. Maar ik zou graag willen weten hoe dat samenspel tussen de nieuwe voorzitter en daar de nieuwe griffier, hoe dat plaatsvindt en hoe dat ook vorm krijgt. En dat vind ik wel essentieel om daar, het hoeft niet heel uitgebreid, maar wel iets over te horen. Voorzitter, dan nog een paar specifieke vragen aan de heren zoals ze daar zitten. De eerste vraag aan de heer Van der Lee.
In 2021 zaten wij samen in een commissiezaal. En ik had daar een initiatiefnota ingediend over dwang tegen vrouwen rond abortus en draagmoederschap. En nu meneer Van der Lee was zeer teleurgesteld over die initiatiefnota. En dat mag natuurlijk. En wat dat betreft, daar mogen we ook van verschillen. En u zei daarbij dat dat voorbijging aan fundamentele rechten. En ook dat mag gezegd worden. Want dat mag in een kamerdebat. Hè. Daar mag je met elkaar ook vinden en met elkaar over hebben. Maar dat was natuurlijk wel uw interpretatie van die fundamentele rechten. De mijne was, dat begrijpt u, anders. Nou, ook de laatste weken hebben we hier intensieve discussies over de rechtsstaat en de grondwet. En mijn twee vragen die ik aan u zou willen stellen is van hoe voorkomt u als voorzitter dat uw persoonlijke visie op fundamentele rechten leidend is? En welke ruimte bent u voornemens te bieden aan partijen die daar inhoudelijk anders over denken? Ik zou daar graag antwoorden op krijgen op die vragen. Voorzitter, dan heb ik ook nog twee vragen aan de heer Bosma en dan meneer Klaro. Ik zie dat ik iets over mijn 5 minuten ga. Ik ben toch iets te optimistisch geweest, zie ik. Maar meneer Bosma, u gaf aan dat u maar één discontinuïteit nastreeft. En dat ze naar ons nieuwe, onze eigenlijke onderkomen gaan. En dat is helder, daar is al een vraag over gesteld. Maar u zegt ook in uw brief dat u droomt van een kamer die eerder leeuw is dan lam. En als u zegt, nou, het enige wat ik discontinuïteit wil nastreven, dat is dat we naar onze echte gebouwen teruggaan. Ik hoop daar natuurlijk ook op, dat moet ik ook mede namens Menno de Bruyne zeggen. Graag nog het komende jaar, want dan kan hij het ook nog meemaken. Ja, Menno de Bruyne is natuurlijk een begrip hier, dat begrijpt u. Onze voorlichter die 40 jaar loopt. Maar om een lang verhaal kort te maken, over die leeuw en dat lam, hoe wilt u toch ervoor zorgen dat die kamer inderdaad echt een leeuw wordt en niet toch in heel veel gevallen ook een lam is? Ik ben heel benieuwd hoe u dat oppakt. En het tweede, voorzitter, wat ik nog zou willen vragen aan de heer Bosma, is ook gelijk mijn laatste vraag. U heeft altijd laten blijken dat u liefde heeft voor het politieke debat. Zeker als u hier ook in die stoel zit. Maar we hebben het hier ook over medewetgeving. En ik heb eens even nagekeken, dat is een hele belangrijke taak van de Kamer, wat uw trackrecord is op dat gebied. En dat is toch wel beperkt. U heeft 1 gesneuvelde initiatiefnota en die ging geloof ik over het uiterlijk van Zwarte Piet. Ik ben eigenlijk wel benieuwd van wat heeft u concreet met het wetgevingsproces van de Kamer en hoe zou u dat willen versterken? Want ik denk dat dat hard nodig is. Nou, voorzitter, een aantal vragen en de antwoorden zullen wij meewegen in onze uiteindelijke keuze op wie wij zullen stemmen. Maar nogmaals, dank voor beide voor de kandidatuur. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stoffer, voor inbreng namens de SGP. En u had u inderdaad bescheiden ingetekend, vandaar dat ik ook wat coulanter was. Zo ken ik u ook, zo ken ik u ook. Mevrouw van der Plas, het woord is nu aan u namens BBB. Dank u wel, voorzitter. En allereerst ook mijn felicitaties aan de heer Ergin voor zijn hele mooie maiden speech hier vandaag. En inderdaad, het lijkt net alsof u hier al een tijdje in de Kamer zit, zo soepel en mooi ging dat. Voorzitter, burgers in Nederland en mensen hier op de tribune, speciaal welkom dat jullie hier dit debat volgen. Voorzitter, de rol van de Kamervoorzitter is heel belangrijk. En niet alleen moet een voorzitter de debatten kort en puntig en het liefst met wat humor leiden. Ook is de Kamervoorzitter het hoofd van de staf en de medewerkers die in de Tweede Kamer werken. En dat zijn circa 800 medewerkers. En de Kamervoorzitter is het visitekaartje van de Tweede Kamer in binnen- en buitenland. En veel mensen in Nederland denken dat een Kamervoorzitter alleen maar deze vergaderingen leidt. Maar een Kamervoorzitter moet echt wel wat meer in dit geval zijn mars hebben. We nemen hier vandaag dan ook een heel belangrijke beslissing. Ook voor de medewerkers die in de Tweede Kamer werken is het een hele spannende dag. Wie hun nieuwe baas wordt. En deze medewerkers hebben de afgelopen jaren veel meegemaakt en zijn gebaat bij rust in de organisatie. Dan wil ik nu beginnen met de heren Bosma en de heer Van der Lee veel succes te wensen vandaag. Want niet in de laatste plaats is het voor hen een heel belangrijke dag. De SP van de heer Jan Marijnissen stelde in 1996 voor dat de kandidaten voor het voorzitterschap worden gekozen op basis van kwaliteit en niet op basis van partijpolitieke standpunten. En dit voorstel kon destijds op instemming rekenen. En ik vind het goed om dat hier toch nog even in herinnering te brengen aan iedereen. In een Kamer die het nu helaas zonder de familie Marijnissen moet doen.
Vragen over partijpolitieke standpunten zijn natuurlijk legitiem, maar aan het einde van de dag gaat het om maar één ding. Is de kandidaat een goede voorzitter? En is de kandidaat een goede baas voor zijn medewerkers? En die er voor al zijn mensen in de Tweede Kamer, die in de Tweede Kamer werken is. En ik hoop echt dat dat de doorslag gaat geven vandaag. Ik ga ervan uit dat beide kandidaten compleet onafhankelijk en objectief zullen zijn in deze nieuwe eervolle functie. En ik ga ervan uit dat de medewerkers in de Tweede Kamer van links tot rechts onder zijn leiding zich veilig kunnen voelen om zich uit te spreken indien nodig. De nieuwe Kamervoorzitter moet eigenlijk een soort tuinman zijn. En dan heb ik het niet over onze Gijs, althans nu nog niet. Ik zie de voorzitter als een tuinman die onze democratie, die onze democratische tuin verzorgt. En net zoals een echte tuinman zorgt voor een gezonde groei door te snoeien waar nodig en te zorgen voor een vruchtbare bodem. Zo moet de voorzitter zorgen voor een gezond politiek klimaat en ideeën laten bloeien. En de tuinman moet zorgen voor een goed zaaibed. Elk politiek zaadje in deze Kamer moet de kans krijgen om te ontkiemen en te groeien. En er moet een omgeving voor een levendig debat worden ontwikkeld en de ontwikkeling van verschillende politieke standpunten moet worden gestimuleerd. En deze zaal moet een zaal zijn waar het vrije woord uitgesproken kan worden. Waar we het niet allemaal mee eens hoeven te zijn, maar waar het debat op het scherp van de snede kan worden gevoerd. Een zaal waar ook onwelgevallige meningen en standpunten gedeeld moeten kunnen worden. Een zaal waar de Kamerleden de voorzitter vertrouwen dat hij dit in goede banen leidt. En waar de positie van de voorzitter niet ondermijnd wordt. De tuinman beschermt zijn tuin wel tegen onkruid. De voorzitter moet Kamerleden, hun medewerkers en niet in de laatste plaats de staf van de Tweede Kamer en de medewerkers van de Tweede Kamer beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en intimidatie. Want ook deze Kamer is, zoals ook andere werkplekken in ons land, niet altijd een veilige plek. Mijn vraag aan beide heren, hoe gaat u zorgen voor die veilige werkplek? En wat zou u veranderen ten opzichte van de huidige situatie? Hoe beoordeelt u nu de sociale veiligheid in dit huis? Uit het rapport van de Universiteit van Utrecht bleek dit jaar immers dat de sociale veiligheid van Kamerleden, staf en medewerkers nog niet goed is gewaarborgd. Hoewel de deelnemers, dat zeg ik erbij, aan het onderzoek zich over het algemeen wel veilig voelen binnen hun werkomgeving, maar niet altijd. Voorzitter, een hoop vragen zijn al gesteld en ik heb ook nog een paar vragen. Een vraag voor de heer Van der Lee. Zoals u eerder hoorde, maak ik mij zorgen over de veiligheid van alle mensen, jong en oud, die hier werken. En ik heb een aantal dingen gelezen over uw tijd bij Oxfam Novib. De details weet ik niet allemaal precies, maar het geeft wel aanleiding om te vragen wat gaat u als voorzitter doen om van dit gebouw een veilige werkplek te maken. En dan een tweede vraag aan beide heren. Hoewel parlementariërs in deze zaal alles mogen zeggen wat ze willen, vind ik persoonlijk wel dat het soms wel ver ging. En er is veel discussie over de omgangsvormen. Er is zelfs sprake van geweest om bepaalde uitlatingen of woorden te verbieden. Wat vinden de heren Bosma en Van der Lee daarvan? Zijn er grenzen aan een democratisch debat? En zo ja, welke? Wilt u woorden gaan verbieden of uitlatingen verbieden? Ik noem een voorbeeld. Want als hier leuzen worden gebezigd die de vernietiging van de Joodse staat en alle mensen binnen die staat te vernietigen worden gebezigd, dan impliceert dat wel een vernietiging van mensen en van de staat. Mag dat dan van u? Kortom, is er voor u een moment dat Kamerleden te ver gaan en wat gaat u daaraan doen? En dan voor de heer Bosma. Ik ken de heer Bosma als een man met grote waardering voor het instituut van de Tweede Kamer, maar wel heeft de fractievoorzitter van de partij waarvoor u al jaren in het parlement zit, de Tweede Kamer, ooit een nep-parlement genoemd. Staat u achter die woorden of denkt u daar anders over? Ook noemt u in uw brief dat u zo snel mogelijk wilt terugkeren naar het Binnenhof, de heer Bosma dus. En dat klinkt mij als muziek in de oren. En ik gun al die mensen die hier in de Kamer, die nog niet op deze prachtige historische plek aan het Binnenhof hebben mogen werken, dat ze dit ooit mogen doen. Dus ik hoor graag op welke manier de heer Bosma dat plan hoopt uit te voeren, in ieder geval voordat ik 65 ben.
Dan heb ik nog een paar slotvragen voor beiden. Wat gaat u doen als kabinetsleden tijdens een debat de zaal verlaten als ze het niet eens zijn met uitlatingen van een Kamerlid, zoals gebeurde in september 2022? En daarmee, de zaal verlatend, de positie van de Kamervoorzitter belachelijk maakte en ondermijnde. En wat gaat u doen tegen het continue lekken van kabinetsbesluiten en de pers eerder van informatie voorzien dan de Tweede Kamer, zoals ook gisteren weer gebeurde? Toen Nieuwsuur de appreciatie van het kabinet op de motie van VVD, PVV, NSC en BBB over de spreidingswet eerder ontving dan de Kamer zelf. En wat gaat u doen tegen kabinetsleden die Kamerleden weigeren informatie te geven wanneer zij op grond van artikel 68 gewoon recht hebben op die informatie, zoals hier al meer dan eens is gebeurd? Kortom, hoe gaat u de Kamer meehelpen om niet het lam, maar de leeuw te zijn? En hoe gaat de nieuwe Kamervoorzitter de burgers beter betrekken bij het debat en bij de politiek? En hoe gaat de Kamervoorzitter daarmee ook het vertrouwen in de politiek herstellen? En hoe gaat de nieuwe Kamervoorzitter mensen die hier nieuw zijn, Kamerleden die hier nieuw zijn, begeleiden? Want ik weet nog dat ik toen ik in 2021 hier kwam, van de staf en medewerkers echt niets dan lof. Niets dan lof, want je wordt hier supergoed geholpen. Mensen doen alles voor je. Maar vaak liep je hier toch wel een beetje rond als een soort van newbie, de brugklasser, van ja, waar moet ik heen? En ik kan me voorstellen dat het voor sommige Kamerleden ook wat onzekerheid geeft. Hoe gaat de begeleiding van nieuwe Kamerleden, kortom, in de toekomst? En hoe gaat de nieuwe Kamervoorzitter om met interrupties en dat de ministers, of de minister-president of de staatssecretaris, gewoon geen antwoord geven? Ik kan me een coronadebat herinneren, even een persoonlijke ervaring. Hadden we 6 interrupties en ik had 5 nodig om antwoord te krijgen van de toenmalige minister van Volksgezondheid, de heer De Jonge. 5 interrupties. Ik kreeg gewoon geen antwoord. Het was niet een antwoord wat mij niet beviel, ik kreeg gewoon geen antwoord. Maar ik was wel 5 interrupties kwijt en ik vind dat gewoon slecht voor het debat. Worden dan bijvoorbeeld interrupties gezegd, als de minister geen antwoord geeft, dan ben je geen interruptie kwijt. Daar ben ik benieuwd naar. Tot slot. Wat ziet u als voornaamste verbeterpunt in uw functioneren als voorzitter? En wat is, ook aan beide, de sterkste kwaliteit van uw concurrent als voorzitter van de Tweede Kamer? En wat zou voor u een reden zijn, als u nu op onze plek zou zitten, om te stemmen voor de ander? Voorzitter, ik rond af. Ik ben zo benieuwd naar het laatste antwoord. Voorzitter, ik rond af. Ik wil hier nog van de gelegenheid gebruik maken om de vorige voorzitter, Vera Bergkamp, te bedanken voor haar beslist niet makkelijke tijd als voorzitter. En ik wens haar heel veel succes en geluk in haar verdere werkzame leven en in haar persoonlijke leven. En ook wil ik u, voorzitter, bedanken voor de weliswaar korte tijd als tijdelijk Kamervoorzitter. En ik wil u bedanken dat u deze rol op zich heeft willen nemen. En ik vind dat het een compliment op zijn plaats is hoe u in deze hele korte tijd de debatten hebt geleid en zeker dat debat van gisteren. En ik wil u ook veel succes wensen. Dank u wel, mevrouw van der Plas. Voor u vertrekt, want ik zie 2 mensen staan. Nou, ik verwacht dat dat voor een interruptie is. En dat is als eerste de heer Krul namens het CDA. Dat klopt, voorzitter. Voorzitter, in 2021 diende het lid van Haga een motie in die zei de macht en tegenmacht moet in balans zijn. En die verzocht de Kamer om voortaan een Kamervoorzitter vanuit de oppositie te benoemen. En de BBB was voor die motie. En de heer Marco Sauer die kon dat vrij laconiek van zich afzetten door te zeggen, ja, wij deden de heer Bosma in de aanbieding. En daar heeft hij natuurlijk ook gelijk in. Maar ik ken mevrouw van der Plas als iemand die wars is van hypocrisie, die niet houdt van draaikonten, die ook niet houdt van Haagse spelletjes. Dus ik ben heel benieuwd hoe die principiële kwestie voor haar meeweegt in de keuze die zij nu gaat maken. Mevrouw van der Plas. Nou, bij mijn weten is de heer Bosma nog altijd lid van de oppositie en is de PVV de grootste oppositiepartij op dit moment in de Kamer. En hebben wij nog helemaal geen nieuw kabinet? Zit de PVV nog helemaal niet in een kabinet? Dus volgens mij is het zeer legitiem dat de heer Bosma zich kandidaat heeft gesteld. De heer Krul. Ik heb mevrouw van der Plas net horen zeggen dat als er geen antwoord op een interruptie komt, dat hij dan ook niet meetelt. Ik hoop dat het nu ook geldt. Nou, volgens mij want de situatie is natuurlijk exact hetzelfde als de vorige keer. Toen was er ook geen coalitie. En mevrouw van der Plas is bij uitstek
van deze vier partijen die nu aan het praten zijn, degene die tot nu toe elke keer overal gezegd heeft, deze vier partijen moeten de coalitie gaan vormen. Ja. En nu zegt ze, eigenlijk is dat een beetje een Haags spelletje. Ja, maar technisch en formeel gezien. Mijn vraag is, meneer. Mijn vraag is dit dan niet ook gewoon Haags draaikonten als de BBB het principieel vindt voor de macht en tegenmacht van dit parlement? Dat de voorzitter vanuit de oppositie moet komen. Verschuil je dan niet, zou ik willen zeggen, achter een technisch feit. Ja, we zijn nog niet een coalitie. Terwijl we donders goed weten waar de voorkeur ligt, ook van de BBB. Dank u wel. Ja, ik wil daar nog best even op reageren hoor. Nee, maar kijk, ik vind wel dat we gewoon, we moeten wel even bij de basis blijven. Hè. De basis is nu, ik ben nog even aan het woord. De basis is nu dat er geen nieuw kabinet is. Of er een nieuw kabinet komt, weten we ook niet. Dat is gewoon nog helemaal niet zeker. Hè. De intentie is er. Alles staat, volgens mij zitten we op koers, maar er moeten nog heel veel dingen worden uitgesproken. Dus dat weten we ook niet. Dat is de formele kant van de zaak. Het antwoord wat meneer Krul wil horen, en die zal ik hem ook geven. Kijk, je hebt voortschrijdend inzicht soms, hè? En 2021 is een andere periode. Ik was hier ook nieuw. Dat was ook altijd mijn persoonlijke mening voordat ik in de Kamer was. Het moet uit de oppositie komen, want hè, dat is dan beter. Maar ik heb mevrouw Bergkamp ook meegemaakt de afgelopen 2 jaar. En ik weet dat er heel veel kritiek op haar is. Ik heb ook wel kritiek op haar gehad, in ieder geval. Maar mijn ervaring zelf, mijn persoonlijke ervaring met mevrouw Bergkamp als voorzitter is altijd heel goed geweest. Ik heb bij mij zelf nog nooit ervaren dat zij mij anders behandelde omdat ik van een oppositiepartij was dan van haar eigen coalitiepartij. En die overweging die kan ik na zoveel jaar nu meenemen, dat het dus wel kan dat er iemand uit zeg maar, de coalitie kamervoorzitter is en toch onafhankelijk kan opereren. En ik spreek helemaal voor mezelf, want misschien zijn er andere leden hier in de Kamer die andere ervaringen hebben, maar ik neem die persoonlijke ervaring neem ik mee. En voor mij gaat kwaliteit, dat is gewoon de belangrijkste reden. Dank voor dat helder antwoord. Ik zie ook dat u, mevrouw zeg ik bijna, maar ik wilde aan mevrouw Beckerman zeggen, maar de heer Krul tevreden hebt gesteld. En nu is het woord aan mevrouw Beckerman, SP. Voorzitter, ik vind dat eigenlijk ook een heel helder antwoord. Ik vond de vragen die mevrouw van der Plas stelde ook heel erg goed. Ook wel een beetje omdat Jan Marijnis natuurlijk werd aangehaald. En toch nog even door op dat punt van waar moet de voorzitter, moet hij nou uit de oppositie of de coalitie komen, voorzitter? Want dat hing natuurlijk heel sterk samen, niet met het moment van 2021, maar met de verhouding, het evenwicht tussen coalitie en oppositie. En vindt mevrouw van der Plas, vraag ik via de voorzitter, dat nu in evenwicht is? Mevrouw van der Plas. Voorzitter, deze vraag impliceert voor mij een beetje dat wij twijfelen aan de onafhankelijkheid van de nieuwe Kamervoorzitter. Zo vat ik hem wel een beetje op, want voor mij gaat het erom dat we gewoon een goede voorzitter hebben. En niet die hier alleen de vergaderingen kort en puntig leidt. En niet alleen een voorzitter die wat humor heeft. Hè. U zult begrijpen, mijn voorkeur, dat heb ik ook al gezegd, ik zal voor de heer Bosma stemmen. Maar ik vind het wel belangrijk om te weten, die vragen die ik allemaal heb gesteld, hoe zo'n persoon daarmee omgaat, hè, hoe de nieuwe Kamervoorzitter daarmee omgaat. Maar daar gaat het mij om. Ik heb de heer Bosma ervaren als een voorzitter die echt, echt onafhankelijk is. Ik heb de heer Bosma ervaren als iemand die ook echt zijn eigen mensen gewoon aanpakte, kon aanpakken in een debat. Dus ja, dat zijn voor mij redenen, het zijn meer redenen, maar dit is een van de redenen waarom ik daarvoor ga. En dan maakt het mij niet zoveel uit of die dan uit de oppositie of coalitie komt. Dank u wel, mevrouw Beckerman. Voorzitter, dan moet ik wel even iets rechtzetten, want ik heb niet geïmpliceerd dat er twijfel was over de onafhankelijkheid. Het ging mij erom dat de BBB anderhalf jaar geleden in overweging gaf en dus stemde voor zo'n motie. Volgens mij vanwege het idee dat je daarmee evenwicht brengt in de Tweede Kamer. Evenwicht ook tussen oppositie en coalitie. Zeg nu, ja, daar heb je de voorzitter niet als persoon bij nodig. Daar heb je daden voor nodig. En mijn vraag was, zijn daar meer daden
voor nodig. Dus die impliceert niks over die rol van voorzitter. Maar u heeft zelf, vraag via de voorzitter, eerder gezegd dat u dat belangrijk vond en voor die voorstellen gestemd. Kijk, als je afstand doet van zo'n voorstel, is de vraag, oké, hoe wil je het doel dan bereiken? Of is dat doel al bereikt? Ja, kijk, wat ik ook tegen de heer Krul heb gezegd. Ik loop nu bijna 3 jaar hiermee, ruim 2,5 jaar. En ik heb heel veel debatten hier gevolgd en heel veel voorzitters, ondervoorzitters of de kamervoorzitter meegemaakt. En dat heeft mij geleerd dat een kamervoorzitter gewoon een goede kwaliteit moet hebben, goed de debatten kan leiden. Hè, natuurlijk ontspoort het wel eens, maar we zijn allemaal menselijk, we zijn geen robots hier. En dat is het voortschrijdende inzicht. Dus dan, net als ik zeg, dan maakt het mij in principe niet zoveel uit of iemand van een oppositiepartij of van een coalitiepartij komt. Maar die tweede vraag die mevrouw Beckerman stelt, van het gaat niet alleen om woorden, maar om daden en hoe bereik je je doel dan, die begrijp ik niet helemaal. Dus ik snap niet helemaal wat mevrouw Beckerman daar dan precies mee bedoelt. Ik geef u dan nog korte gelegenheid, maar graag wel kort, zonder lange inleiding. Het doel van die motie de vorige keer was dat evenwicht brengen. Ja. En dat zou dan via de persoon gaan. U zegt nu, nou, ik ben daar van standpunt veranderd. We hebben die persoon niet nodig. En mijn vraag is dan, oké, is dat doel al behaald? Is dat evenwicht er? Of ziet u andere manieren om dat doel te behalen? En wij hebben namelijk de vorige keer, als ik dan toch iets mag zeggen, dat kunt u ook terugzien in het verslag. Mevrouw Leijten heeft toen het debat gedaan. Die heeft daar best wel dit in overweging genomen. Maar we hebben uiteindelijk niet voor die motie gestemd. Maar wel gezegd, ja, wij vinden dat die balans nog steeds niet goed is. Dat oppositiekamerleden vaak in de problemen komen. Dat het kabinet geen antwoorden geeft, moties niet uitvoert, zelfs amendementen niet uitvoert. U weet tegen welke problemen ik persoonlijk ook ben aangelopen daarin. En dat was mijn vraag. Als u van standpunt verandert, wat ik kan begrijpen, wat ik ook niet een probleem vind, vindt u dan ook dat het doel al bereikt is of dat er andere mogelijkheden voor zijn? Dank voor die inkleuring. Tot slot op dit punt, mevrouw Van der Plas, voor reactie. Nou kijk, ik vind wel dat er wat verbetering mag komen, hè, in het leiden van debatten. Dat is ook de reden waarom ik vragen heb gesteld van, kijk, als er een kabinet ineens een zaal uitloopt, of je krijgt gewoon geen informatie, of je krijgt gewoon geen antwoorden. Hè, dat je hier, nou, dat weet mevrouw Beckerman ook, gewoon bijna op je knieën moet smeken of je alsjeblieft gewoon een antwoord mag krijgen. daar kan wel wat verbetering in komen. En ik denk dat wij daar ook als oppositie daar ook heel hard aan hebben getrokken. En het toch een vrij brede oppositie was toen die daarin gezamenlijk optrok. En dat er wel langzaam wat verbeteringen in zijn gekomen, maar nog niet de verbeteringen die we allemaal zouden willen zien. Ik heb niet voor niks die voorbeelden genoemd. Ik vond het volledige kolder dat hier gewoon een kabinet wegloopt terwijl hier een voorzitter zit, verdorie. Dank u wel. Dat is de baas hier. Dat is degene die hier bepaalt hoe de orde is. En niet die mensen die daar zitten in vak K. Ja, ik kan er weer boos over worden. Dat, ik merk het. Dat is echt. Maar goed. Voordat dus, de bloeddruk verder omhoog gaat. Ja, en ik slik al bloeddrukpilletjes. Dus moet een beetje voorzichtig zijn. Dan ga ik u bedanken, mevrouw Van der Plas. Geheim, sorry. Voor uw inbreng. En dan geef ik wederom mevrouw Beckerman het woord. Maar dan niet voor interruptie, maar voor de eigen inbreng. Waarvoor ze nu haar bijdrage gaat halen. Mevrouw Beckerman, namens de SP. Ja, voorzitter, want ik wilde eigenlijk het debat beginnen zoals de twee voorgangers die dit debat namens de SP ook hebben gedaan, zo mooi zeiden. Wij zijn hier allemaal voorbijgangers en het gaat om het instituut. En tegelijkertijd is de voorzitter natuurlijk niet zomaar een voorbijganger en moet hij heel veel kunnen. En wij danken de kandidaten voor het solliciteren. Wij feliciteren ook de heer Ergin met zijn medespeech. We willen ook nog een aantal punten aanstippen, hoewel er al heel veel vragen zijn gesteld. Voor ons zijn een aantal zaken van belang. Laat ik beginnen met de positie van de Tweede Kamer. Ik stel daar net ook een aantal vragen over. Wij zijn het hoogste orgaan. Ik hoorde net mensen zeggen, wij zijn tegen macht. Nee, dat klopt niet. Wij zijn de macht, wat SP betreft. En de voorzitter moet wat de SP betreft de positie, de macht van de Tweede Kamer versterken. Hoe zien de kandidaten dit? Hoe willen ze dit gaan doen? En dan noem ik maar meteen even een klein voorbeeld. De lijst van onbeantwoorde Kamervragen is op dit moment 7 pagina's. Er zit een set Kamervragen bij
die wellicht de 1000 dagen vertraging gaat halen. 1000 dagen wachten op een antwoord. En te vaak zien we dat ministers gewoon niet van plan zijn de Tweede Kamer tijdig en zorgvuldig te informeren. Of dat ze andere afspraken voor laten gaan. En, voorzitter, ik heb daar zelf, moet ik zeggen, best behoorlijk veel last van gehad. En hoe zien de kandidaten de rol van de voorzitter hierin? En terecht, we hebben heel veel uitdagingen hier. We zijn met onwijs veel fracties, er zijn veel debataanvragen, er worden veel moties ingediend, er is te weinig tijd voor wetgeving. De problemen zijn allemaal bekend en uitgebreid beschreven. En een aantal oplossingsrichtingen liggen er ook. Hoe zien de kandidaten dit? Hoe versterken we de medewetgevende en controlerende rol van de Kamer? Ja, voorzitter, het staat natuurlijk buiten alles, maar de voorzitter moet debatten goed kunnen leiden. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. En mijn partij is niet vies van een beetje vuurspugen. Ooit werd Jan Marijnis, ik noem het toch nog maar een keer, hier berispt, omdat het zeggen van even dimmen te ver zou gaan in deze zaal. En dat is bijna nu alleen niet meer voorstelbaar, dat je bij het even dimmen dat te ver zou gaan. En dan is natuurlijk wel de vraag, volksvertegenwoordigers moeten veel kunnen zeggen, maar moeten ze ook alles kunnen zeggen? Waar ligt precies de grens? Ligt de grens pas daar waar het wetboek van strafrecht wordt overschreden? Of ook al eerder, want woorden hebben hun betekenis. Gaat een voorzitter wel of niet accepteren dat groepen in onze samenleving tegen elkaar worden opgezet of mensen worden beledigd? Graag een reflectie hierop van de kandidaten. En het is goed te weten wat de verschillen tussen hen zijn wat dit betreft. En aanvullend hierop, we zitten hier gewoon niet op een eiland. We zijn geen eigen wereldje. We zitten hier voor en namens de samenleving. Hoe zien de kandidaten verbinding met die samenleving? De mensen die ons komen bezoeken bijvoorbeeld. Want niet iedereen komt ons hier toejuichen. Sommige mensen zijn boos. Terecht. Omdat ze gedupeerd zijn in toeslagenschandaal of Groningers die vermorzeld zijn door hun eigen overheid. Emoties horen er wat mijn partij betreft ook gewoon soms bij. En ik wil graag een voorzitter die hier met warmte, geduld en passie mee omgaat. En dat is niet makkelijk. Ik wil geen kille voorzitter die tegen mensen of actievoerders met begrijpelijke emotie alleen maar zegt dat mensen op de tribune hun mond moeten houden. En ja, bezitten de kandidaten over die sociale vaardigheden en kwaliteiten. En ik bewaar goede herinneringen aan hoe Khadija Ariep dit deed met terecht woedende Groningers. Zij liet het kabinet en de Tweede Kamer wachten omdat een bus Groningers nog niet was gearriveerd. Ruimte liet zij aan die emoties. De Kamer stelde ze open voor kinderen die een musical hadden gemaakt over wat hen was overkomen. En tegelijkertijd is dat Kamervoorzitterschap of is die periode natuurlijk pijnlijk geëindigd. En mevrouw van Vroonhoven stelde hier terecht de vragen over waar ik graag bij wil aansluiten. Ik kan die zaak niet beoordelen. De kandidaatvoorzitters kunnen dat wel. Hoe willen zij hiermee omgaan? Voorzitter, mijn laatste punt. De voorzitter moet debatten goed kunnen leiden, moet ons allemaal, hoe divers we zijn, kunnen vertegenwoordigen naar buiten toe. En moet zorgen voor rust in de ambtelijke organisatie. Want hier werken fantastische mensen die zorgen dat de boel hier draait. Het is ook de taak van de voorzitter om hun voorzitter te zijn. Zorg voor een stabiele werkomgeving waarin ze kunnen floreren. Zodat wij als volksvertegenwoordigers onze taak kunnen doen. En dat is niet te onderschatten. Er is te lang gedoe en onrust geweest. Maar graag zou ik de kandidaten hierover willen horen. Wat zijn hun plannen hiervoor? Maar vooral ook, hoe zien zij de verhouding tussen voorzitter, griffier en presidium? En de rol van het presidium. En hoe zorgen we nu goed dat al die fantastische mensen die hier werken voor ons allemaal? Wat gaan de kandidaten doen met het integriteitsonderzoek? Kunnen de kandidaten uitleggen hoe zij in het verleden zijn omgegaan met sociale onveiligheid? Zijn zij in staat te bemiddelen in een conflict of kiezen ze snel partij? Voorzitter. Voorzitter, en dan tot slot toch nog die vraag die ik eerder stelde. In het vorige debat is een motie ingediend dat de voorzitter bij voorkeur van een oppositiepartij moet zijn. Mijn partij heeft daar toen gezegd daar wel voor te voelen, maar niet voor die motie gestemd. Dat vinden we nu is dat ook een hele lastige, omdat we niet weten wie er gaat regeren. Hoe zien de kandidaten dat? Nou, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Beckerman, voor uw inbreng namens de SP. Dan is de volgende spreker van de zijde van de Kamer de heer Seder namens de ChristenUnie. En daarna hebben we nog 3 sprekers, dus ik zou het gewoon allemaal wel willen afronden voor de lunchpauze. Dus ik wacht nog een beetje op uw geduld en uw zitvlees. Dank, voorzitter. Ik wil beginnen
beide kandidaten, de heer Bosma en de heer Van der Lee, te danken voor hun kandidaatstelling. Ook in het besef dat dat spannend is tijdens een debat als dit. Er zijn sollicitatieprocedures die namelijk niet live op tv worden uitgezonden. Ook met veel jongeren die meekijken. En voorzitter, zijn ook sollicitatieprocedures waar je niet zo'n sterke blaas nodig hebt. Dus succes vandaag. Voorzitter, we leven in een land van minderheden. Waar mensen verschillende godsdiensten hebben, verschillende achtergronden. Verschillende gedachtes hebben over de inrichting van ons land geïnspireerd op conservatief, liberaal, socialistisch of juist confessioneel gedachtegoed. En waarin geen enkele groep de absolute meerderheid heeft. Voorzitter, daar wordt ook weer spiegeld in deze Kamer, in de volksvertegenwoordiging. Ook dit is een huis van minderheden. Geen enkele partij hier heeft de absolute meerderheid. Dat is in de geschiedenis van ons parlement ook nog nooit gebeurd. En ik hoop eerlijk gezegd dat het ook nooit zal gebeuren. En vandaag kiezen we een voorzitter van dat huis van minderheden. Waar we zo vaak minderheden optellen tot we een meerderheid hebben van soms 76, maar soms ook 100 of zelfs 150 zetels. Maar voorzitter, ook die meerderheid kan er soms naast zitten. En ook als een besluit op draagvlak van een meerderheid kan rekenen, betekent dat niet dat een minderheid niet gehoord dient te worden. Voorzitter, wij willen geen dictatuur van de meerderheid. En daarom is ook mijn eerste vraag aan beide kandidaten. Hoe ziet u de positie voor zich van juist ook minderheden in dit parlement? Hoe bent u een voorzitter van dit huis, ook van minderheden? Mijn fractie zei het bij de vorige debat, maar ook vandaag wil ik het herhalen. Ons bestel is zo ingericht dat het niet nodig zou moeten zijn om een grote fractie te hebben om het kamerwerk goed te kunnen doen. En dat is relevant omdat we in deze Kamer 9 van de 15 fracties 5 of minder Kamerleden hebben. En voorzitter, weten allemaal, de grondwet kent geen fracties. Alle Kamerleden, ook de eenmansfracties, moeten hun werk dus goed kunnen doen. Hoe gaat de voorzitter om met dit verschil in fractiegrootte? Daar hoor ik graag een antwoord op. Hoe wordt gewaarborgd dat fracties voldoende ruimte en tijd krijgen om de regering te controleren en om wetgeving te beoordelen, onze kerntaken? Maar voorzitter, ook een grote partij kan een meerderheid zijn. En als we dan kijken naar de ruimte voor grote minderheden om een debat aan te vragen, dan zit daar wat mij betreft een zorg. Het laatste 30-leden-debat dat hier plaatsvond was afgelopen mei. Terwijl er voor de verkiezingen eind oktober nog 52 30-leden-debatten op de lijst stonden. Is de huidige gereedschapskist dan op orde, vraag ik aan de kandidaten. Of moet hij enkel anders worden toegepast? Of zouden er ook debatten door grotere minderheden van bijvoorbeeld 50, ik noem maar wat, moeten kunnen worden aangevraagd, wat dan weer een ander gewicht in de schaal legt? Ik vraag hier ook wat visie op dit probleem van de kandidaten. Voorzitter, het is al een paar keer genoemd, maar ook ik wil graag vragen hoe de kandidaten om zullen gaan met het niet beantwoorden van vragen. Het is waar dat een ieder over zijn of haar eigen antwoord gaat. Maar voorzitter, hier, maar ook in de gemeenteraad in Amsterdam een aantal jaar geleden, kon ik mij behoorlijk ergeren als volksvertegenwoordiger. Dat wanneer je de macht probeert te controleren, dat daar antwoorden komen die geen antwoord geven op de vraag, maar ook heel vaak lijken alsof het een kwestie is van het aantal interrupties op laten maken, waardoor je uiteindelijk geen effectieve controle meer kunt uitoefenen. Voorzitter, ik vraag me af aan de kandidaten, herkennen zij dit, ook vanuit hun rol als Kamerlid? Delen ze de frustratie? En zo ja, hoe zouden zij daar als rechtvaardig voorzitter mee om willen gaan? Voorzitter, dit is naast een huis van minderheden ook een huis van wetgeving. En naar aanleiding van de commissie van der Staaij is woensdag wetgevingsdag geïntroduceerd, wat ik heel goed vind. De ChristenUnie houdt daar graag aan vast, maar we zien geregeld tijdens de regeling van werkzaamheden dat wij als Kamer gretiger willen zijn in het aanvragen van debatten dan in het behandelen van wetgeving. De heer Van der Lee wijdt daar enkele woorden aan in zijn brief, maar ik hoor ook graag hier van beiden. Hoe bewaakt u de wetgevende taak van de Kamer? En ook tegen onszelf als de Kamer soms hongeriger is naar actualiteiten dan naar grondige wetsbehandelingen. Mijn concrete vraag, blijft woensdag wetgevingsdag hier? De ChristenUnie heeft samen met Volt ook voorstellen neergelegd voor een betere werkwijze van de Kamer. Bijvoorbeeld een uitbreiding van het parlement, een andere benadering van wetgeving en meer debatten op hoofdlijnen. Nu is het instrument voor de ChristenUnie niet heilig.
Maar welke grote lijnen zien de kandidaten voor zich om het functioneren van de Kamer te verbeteren? Voorzitter, de Kamer is ook een huis waar heel veel mensen werken en het mogelijk maken. Ik zie hier ook een aantal daar zitten. En de afgelopen jaren is er veel gebeurd binnen de ambtelijke organisatie, maar ook breder. En het staat buiten kijf dat een ieder die dit gebouw binnenloopt, of het nou een Kamerlid, ambtenaar of fractiemedewerker is, zich veilig moet voelen. Hoe blijven beide kandidaten hier werk van maken? En kunnen zij ook voorbeelden geven hoe zij hier de afgelopen jaren ook zelf actief hebben bijgedragen? Uiteraard aan een veiliger klimaat bedoel ik dan. In dat leiding geven aan de organisatie moet de voorzitter en griffier een tandem zijn. Ragfijn samenspel zonder dat je in elkaars verantwoordelijkheden treedt en elkaar juist versterkt. Als de samenwerking tussen die twee goed is, floreert de hele organisatie en profiteren alle medewerkers daarvan. Hoe zien beide kandidaten die verhouding? En hoe hebben ze hier in het presidium de afgelopen jaren aan bijgedragen? Voorzitter, terug naar de veiligheid. Want die veiligheid is ook in de plenaire zaal en daarbuiten van belang. Het debat is verhard. We krijgen er vele mails over, klachten. En haat neemt toe, ook online. Het is guurder geworden. En ik hoor graag van beide kandidaten hoe zij de afgelopen jaren zelf actief hebben bijgedragen aan het keren van dit guur klimaat. En hoe zij die inzet als voorzitter ook willen doorzetten. Tot slot, voorzitter, nog een aantal vragen aan beide kandidaten afzonderlijk. Allereerst de heer Van der Lee. Een belangrijke uitdaging voor de Kamer blijft het verkleinen van de kloof van burgers die vertrouwen in de overheid zijn verloren. Mensen die ook niet per definitie op de partij van de heer Van der Lee hebben gestemd de afgelopen verkiezingen. Hoe denkt u juist ook voor hen het gezicht van het Huis van de Democratie te zijn? Daarnaast, in uw brief benoemt u dat er een kwaliteitsslag op digitaal gebied dient te komen. Voorzitter, dat horen we al langer en velen zijn gesneuveld. Hoe denkt u dat in uw rol en uw termijn op te kunnen lossen? En ook zorgen dat er een effectieve kwaliteitsslag wordt gemaakt. Voorzitter, dan aan de heer Bosma. Ik noemde even sociale veiligheid, maar ook online veiligheid. En ik heb er wel vragen, maar ook een zorg over. Want de heer Bosma, net zoals de heer Van der Lee, laat zich geregeld als volksvertegenwoordiger scherp uit in deze zaal, maar ook op social media. En voorzitter, dat mag. Maar voorzitter, er is ook een geval bekend waar ook met naam en toenaam ambtenaren zijn genoemd, vanwege het vervullen van een politieke nevenfunctie. En voorzitter, dat soort uitingen hebben consequenties voor echte personen in hun echte leven. Hoe kijkt de heer Bosma hierop terug? En heeft hij van deze, of misschien ook andere uitingen, gericht tegen personen spijt? En hoe ziet hij ook dit soort uitingen in het licht van de rol als voorzitter die in dit politiek klimaat waarin haat toeneemt ook stappen moet zetten om het veiliger te maken? Voorzitter, daarnaast aan de heer Bosma. Er is een wetsvoorstel aanhangig bij de Kamer wat mensen met een tweede nationaliteit uitsluit van het passief kiesrecht. Ook waar het geen keus is. En het recht om gekozen te worden en ook van het burgemeesterambt of een rol als bewindspersoon. De argumentatie hierbij is de dubbele loyaliteit, of in ieder geval de schijn hiervan, dient voorkomen te worden. Hoe kijkt de heer Bosma in dat licht ook naar het voorstel in het licht van zijn kandidatuur? Voorzitter, dat was ook de vraag die ik aan de heer Van der Lee stelde. Hoe denkt hij ook, ook een voorzitter te zijn en een gezicht van het instituut voor alle Nederlanders? Ook mensen die misschien niet op zijn partij hebben gestemd. Voorzitter, ik stelde net de vraag aan de PVV-fractie, waar de heer Bosma nu nog Kamerlid deel van is. Namelijk over dat de heer Bosma zelf heeft gestemd en dus een overtuiging dat de voorzitter uit de oppositie dient te komen. Voorzitter, staat de heer Bosma daar nog steeds achter? En wat betekent dat op het moment dat de PVV, wat ze graag willen, ook in een coalitie terecht zouden komen? Ik wil graag ook daar een reflectie op, ook van de voorzitter, zodat we ook van tevoren weten en onze weging kunnen maken. En tot slot, voorzitter, in zijn brief zegt de heer Bosma: de enige discontinuïteit die ik nastreef is dat we zo snel mogelijk ons huidige onderkomen verlaten en terugkeren naar het Binnenhof. Ik denk een goed uitgangspunt, voorzitter. Kan de heer Bosma hier ook wat meer woorden aan geven? Want ook hier zien we, voorzitter, dat op dit, wat dit project betreft, velen zijn gekomen, maar toch wat weer barstiger lijkt om dit snel, effectief en binnen de kosten te laten slagen. Voorzitter, dat waren mijn vragen en ik wens beide kandidaten veel succes vandaag. Dank u wel, meneer Seder, voor uw inbreng namens de ChristenUnie. Dan is het woord aan de volgende spreker van de zijde van de Kamer. En dat is de heer Krul namens het CDA.
Voorzitter, dank u wel eerst mijn felicitaties en complimenten aan de heer Ergin voor een fantastische medespeech, werkelijk. En ook complimenten en een woord van dank aan de beide kandidaten voor hun sollicitatie. Dat is moedig en een mooie functie. Voorzitter, vandaag is een bijzondere dag. Je zou de voorzittersverkiezing van de Tweede Kamer best een parlementaire feestdag kunnen noemen. Een traditie, maar bovenal een heel belangrijk moment. Want de voorzitter van de Tweede Kamer vervult een fundamentele rol in ons democratisch huis. En beide heren hebben hun sporen reeds verdiend als ondervoorzitter en hebben in die hoedanigheid bewezen over de technische vaardigheden te beschikken om een vergadering goed te leiden. Maar wie dat als de enige of de belangrijkste kwalificatie gebruikt, doet de functie te weinig recht aan. Een ondervoorzitter is in de eerste plaats Kamerlid, 24 uur per dag, in al zijn uitingen, zijn doen en laten. Hij of zij kruipt in de rol van ondervoorzitter op het moment dat daar een beroep op wordt gedaan. Het doen en laten van een ondervoorzitter is dus primair dat van een Kamerlid. Maar voorzitter van het parlement, dat ben je altijd. Elke uiting, elk optreden is altijd dat van de voorzitter. En daar komt, wat mijn fractievoorzitter Henry Bontebal gisteren noemde, het democratisch ethos naar boven. Hoe spreekt iemand, hoe verhoudt iemand zich tot onze kwetsbare democratische rechtsstaat en voornamelijk tot dit parlement? Een Kamerlid vertegenwoordigt het volk namens een partij in de Tweede Kamer. De voorzitter vertegenwoordigt de Tweede Kamer. Binnen en buiten de muren van deze zaal. Hoe kijken beide kandidaten naar deze rol? Want het is een wezenlijk verschil. De voorzitter is wat ons betreft iemand die democratisch ethos ademt. En daar mijn eerste punt. Ik voel persoonlijk niet de behoefte om 6000 dagen Martin Bosma op Twitter door te nemen. Hoewel ik denk dat het best een interessant boek kan zijn. Maar het is wel een tijd waarin ook op social media de rol van dit huis vaak benoemd wordt. En onze voorzitter is stopwatch, scheidsrechter en schild. Schild voor medewerkers, voor Kamerleden en schild voor het publieke debat. En daar is nodig renovatiewerk nodig in een tijd van verharding en polarisatie. Ook in dit huis, ook in het publieke debat. Enfin, voorzitter, andere zaken. Een sollicitatiegesprek voor het oog van de camera's. Wie hanteert de voorzittershamer met het meeste talent? Wie geniet het vertrouwen van alle Kamerbewoners? En wie vertegenwoordigt straks de Kamer in binnen- en buitenland? We hebben de brieven beide gelezen. En we kennen hen goed in de rol van voorzitter van deze vergaderingen. Maar ze brengen meer kwaliteiten naar voren. En ik heb aan beide heren enkele vragen. De heer Van Lee kijkt terug op het team waarmee hij als voorzitter heeft samengewerkt tijdens de parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen. Kan hij aangeven welke aanbevelingen hij uit die enquête trekt, niet voor het overheidsbeleid, maar juist voor het functioneren van de Kamer als geheel? En de heer Van der Lee was ook lid van de werkgroep van de STAAI, die het reglement van orde op de schop heeft genomen. Welke vruchten ziet hij van dat nieuwe reglement? En voor welke verbetering in de werkwijze van de Kamer wil hij zich nog sterk maken als voorzitter? De heer Van der Lee koestert de wens dat er op digitaal vlak een grote kwaliteitsslag in de Kamer wordt gerealiseerd. En daar is het CDA in ieder geval heel blij mee. Als ik 's ochtends op mijn werk kom, kan ik eerst 2 of soms zelfs 3 koppen koffie halen voordat mijn computer inmiddels opgestart is. Kan hij iets uitgebreider aangeven wat hij daarmee bedoelt? Gaat hij de koffieconsumptie wat naar beneden brengen door de digitale capaciteiten wat te verruimen? Dan, voorzitter, de heer Bosma voert aan dat hij er altijd in geslaagd is de Kamer in rustig vaarwater te houden. En in maart van het jaar heeft de Kamer een wijziging op het reglement van orde aangenomen, waarbij het bedreigen van een persoon als ongeoorloofd gedrag wordt aangemerkt. Hoe beoordeelt de heer Bosma die nieuwe bepaling? Tevens kondigt de heer Bosma aan dat hij het beleid van zijn 4 voorgangers zal voortzetten. Kan hij aangeven welke aspecten van dat beleid waar hij specifiek naar uitziet? Wat waren nou echt de goede punten van de voorgangers? Maar misschien nog wel veel interessanter voor ons, naast die huisvestingskwestie, is er niet nog wel wat meer te verbeteren. Dan, voorzitter. De voorzitter van het parlement is ook vertegenwoordiger richting internationale hoogwaardigheidsbekleders. Hoe willen de kandidaat-voorzitter daar invulling aan geven? Voorzitter, ik luisterde aandachtig naar de bijdrage van de heer Stoffer. Hij is nu niet aanwezig. Misschien dat de toekomstige voorzitter daar gelijk maar een punt van kan maken. Aanwezig zijn in de zaal. En hij had het over de uitspraak leeuw of lam. Leeuw of lam. En de heer Bosma droomt van een Kamer die eerder leeuw is dan lam. Hiermee doelt hij op een uitspraak van voormalig Kamervoorzitter Anne Vondeling van de PvdA. Hoe kan het ook bijna anders? Die een scherpe rol van de Kamer richting het kabinet voorzag.
Maar Anne Vondeling had die uitspraak ook geleend. Want de uitspraak leeuw of lam vindt zijn oorsprong in de Bijbel. Het is een christelijke uitspraak uit het verhaal van Jesaja. Kijk, de Statenvertaling. Hier scoort de heer Bosma stiekem dan meteen weer punten mee. Waarin staat, de leeuw zal neerleggen met het lam. En daarmee wordt bedoeld dat in de goede toekomst natuurlijke vijanden vredig naast elkaar zullen bestaan. En wij hopen dat de heer Bosma misschien wel bewust deze dubbelzinnige uitdrukking heeft gebruikt. Voorzitter, wij zeggen de beide kandidaten dank voor hun sollicitatie. De beantwoording van de vragen uit de Kamer zullen wij betrekken bij onze keuze. Dank u wel. Dank u wel, meneer Krul, voor uw inbreng namens het CDA. Dan is nu het woord aan mevrouw Christine Teunissen namens de Partij voor de Dieren. Dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn felicitaties aan collega Ergin voor zijn medespeech. Een hele mooie medespeech, een heel mooi begin. En ik was echt onder de indruk. Dank u wel. Dank, voorzitter. En ik dank de heer Bosma en de heer Van der Lee voor hun bereidheid om deze zware en verantwoordelijke taak als Kamervoorzitter op zich te willen nemen. De fractie van de Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan een voorzitter die bereid en in staat is boven de partijen te gaan staan, zo ook in het functieprofiel staat. Los van of die partijen groot of klein zijn. Ook van groot belang is dat de voorzitter er is voor alle Kamerleden en alle mensen in dit land. Het is belangrijk dat de voorzitter, als representant van onze democratische rechtsstaat, één van de representanten, ook in woord en daad de democratische rechtsstaat en de daarbij behorende grondrechten respecteert en beschermt. En in dat licht heeft mijn fractie enkele vragen aan de heer Bosma. Zoals vele collega's ook al hebben aangehaald, heeft hij zich al getoond als een kundig ondervoorzitter met humor en verve. De technische manier waarop hij de vergaderingen leidt, doet hij uitstekend. Hij haalt in zijn brief artikel 50 van de grondwet aan. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het hele Nederlandse volk. Iedereen moet zich kunnen herkennen in ons parlement. En mijn vragen gaan juist over die passage in zijn brief. Want hoe denkt de heer Bosma dat hij als representant van het instituut dat alle Nederlanders vertegenwoordigt, ook burgers in het land die trans en non-binair zijn, kan vertegenwoordigen als hij meermaals negatief over deze mensen heeft gesproken in termen als sectarische genderactivisten en hun heeft weggezet als genderideologie? Hoe denkt hij voorzitter te kunnen zijn voor alle burgers, inclusief LHBTI-mensen in stad en platteland, als hij de oudste LHBTI-belangenorganisatie in Nederland en ter wereld, het COC, weggezet heeft als een gesubsidieerde club drammers? Hoe denkt de heer Bosma dat hij er voor intersexe, trans en non-binaire Kamerleden kan zijn als hij hun bestaan ontkent of wegzet als een gevaarlijke ideologie? Voorzitter, het gaat hier om mensen die alleen zichzelf willen zijn en die lang hebben moeten vechten voor hun mensenrechten om te mogen bestaan. En hoe denkt de heer Bosma dat hij er kan zijn voor mensen in dit land die een hoofddoek dragen? Hoe gaat hij er na alle anti-moslim-uitspraken ervoor zorgen dat moslimkamerleden zich ook veilig en gerespecteerd voelen? En hoe denkt de heer Bosma boven de partijen te staan als hij al jaren alle partijen die niet in zijn straatje passen met een gestrekt been bejegend en spreekt over bijvoorbeeld de D66-dictatuur en linkse schedelmeters? Of Nederland een dictatuur van hoogopgeleiden die zo links zijn als de hel noemt? Voorzitter, dergelijke uitspraken, hoe zijn die in lijn met de brief waarin hij schetst dat iedereen zich moet kunnen herkennen in het parlement? En hoe rijmt hij zijn uitspraken met het zijn van een representant van onze democratie? Voorzitter, een voorzitter is ook een hoeder van de democratie en rechtsstaat. Burgers moeten zich bovenal veilig voelen en niet het gevoel hebben dat ze als minder worden gezien, ook niet door de voorzitter van ons huis. En dan heb ik nog een vraag aan de heer Van der Lee. Zijn ervaringen bij het onderzoeken van de gaswinning en de toeslagenaffaire maken dat hij het cruciaal vindt dat macht en tegenmacht, dualisme en onafhankelijke borging van cruciale burgerbelangen stevig in ons politieke stelsel zijn verankerd, zo schrijft hij in zijn brief. Daarop toezien ziet hij als een kerntaak van het parlement en hij wil daar als voorzitter aan bijdragen. Dat is ook voor de Partij voor de Dieren een belangrijke eis. Wel horen we graag meer van het lid Van der Lee over hoe hij precies wil bijdragen aan de borging van die tegenmacht en cruciale burgerbelangen. Wat zijn zijn concrete stappen en ideeën daarbij?
Voorzitter, dan heeft mijn fractie nog een vraag aan de beide kandidaten. Hoe denken zij over een versterking van de controlerende taak van de Kamer met betrekking tot de inhoud? Dit mede in het gezien in het licht van de scheve verhouding tussen inhoudelijke ondersteuning van Kamerleden en bewindslieden. Als Kamerlid moet je het met anderhalve of tweeënhalve medewerker immers opnemen tegen departementen waar duizenden ambtenaren en ministers tegenover staan. En andere leden hebben daar ook al aan gerefereerd. Ik ben benieuwd hoe de twee kandidaten daar naar kijken. Voorzitter, tot slot, zoals ik ook aan het begin benoemde, deze Kamer verdient een voorzitter die boven de partijen staat en onomwonden een ambassadeur kan zijn van onze parlementaire democratie. Die moet uitstralen de belangen van alle Nederlanders te kunnen vertegenwoordigen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Teunissen, voor de inbreng namens de Partij voor de Dieren. Dan zijn we aanbeland bij de laatste spreker van de zijde van de Kamer. En dat is in dit geval de heer Frederik Jansen namens Forum voor Democratie. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ten eerste wou ik u ook graag complimenten geven, want ik vind dat u het ontzettend goed heeft gedaan. Dus dat mag ook gezegd worden. Er is al een heleboel gezegd. Voor ons zijn er twee punten heel belangrijk rondom de voorzitter. In mijn ogen is de voorzitter in principe gewoon de persoon die de orde hoort te handhaven. Natuurlijk ook de agenda en al die dingen beheert, dus dat is heel belangrijk. Maar als het gaat om de inhoud, moet de voorzitter daar ver weg bij blijven. Dus het moet hier gewoon niet uitbreken in scheldpartijen, schreeuwpartijen, vechtpartijen. Al die dingen moeten natuurlijk niet gebeuren. Daarvoor hebben we een voorzitter, dat is heel belangrijk. Maar de laatste jaren is er iets te veel een trend geweest van ook de inhoud beoordelen en daar ook grenzen aan stellen of daar dus ook over gesproken mag worden. En daarop wilde ik eigenlijk aan de beide heren vragen om hun visie op te geven over de vrijheid van meningsuiting. Ik ben getuige geweest in de afgelopen jaren dat bijvoorbeeld bij de D66-fractie dit soort gebaren werden gemaakt richting de voorzitter. Afkappen, dit hoort niet. En dat dan ook oogschijnlijk de vorige voorzitter daar gehoor aan gaf en dan ook daarop ingreep. Dus dat soort dingen vind ik echt niet hier thuis horen. En ik weet zeker ook dat andere ambtsgenoten dit hebben gezien, dat dit gebeurd is. Dit soort dingen waren aan de orde, van de orde van de dag. Dus ik wil heel graag dat de heren daarop bespiegelen. Zo zijn er ook een aantal taboes ontstaan in die jaren. Bijvoorbeeld het spreken over de Tweede Wereldoorlog en het relateren van gebeurtenissen in onze tijd aan gebeurtenissen in die tijd. En dat dat echt als een expliciet taboe werd bestempeld hier in de Tweede Kamer. Ik vond dat al erg opmerkelijk. Ik ben van mening dat je hier alles moet mogen zeggen. Ook welke vergelijking je ook wil maken, dat moet hier kunnen. Ook daarover zou ik heel graag expliciet van willen horen wat de beide kandidaten daarvan vinden. En hoe zij ook kijken naar de parlementaire onschendbaarheid. Als in principe dat we hier meer vrijheid hebben dan op straat, dan normale burgers. En hoe dat dan ook in lijn ligt met elkaar. En er is ook de laatste jaren veel te doen geweest over dingen zoals sociale veiligheid en allemaal. We moeten allemaal heel voorzichtig omgaan met elkaar. Terwijl het is hier ook belangrijk dat hier botsingen mogen plaatsvinden en dat sommige mensen zich daarbij gekwetst kunnen voelen, dat kan. Maar dat is belangrijk. Dat hoort erbij dat als meningen botsen, dan kan dat zo zijn dat iemand dat als kwetsend ervaart. Dus het hele idee van sociale veiligheid staat daar volgens mij haaks op de vrijheid van meningsuiting. Ook daarover graag wat woorden van de kandidaat. En dan is er een tweede punt voor ons. Dat is namelijk de verhouding tussen kabinet en Kamer. Het is hier ook de laatste jaren in onze ogen iets te veel zo geworden dat de leden van het kabinet veel vaker de orde aan het bepalen zijn dan de leden van de Kamer. En dat de voorzitter daar niet altijd een juiste rol in heeft gespeeld. Niet zozeer in het primaat ligt hier bij ons in de Tweede Kamer, niet in vak K. En dat de voorzitter te vaak toch de mening van de ministers en staatssecretarissen daar te zwaarwegend in heeft meegenomen. En ook dus Kamerleden op de vingers heeft getikt als die dingen zeiden over ministers en staatssecretarissen. En ook niet heeft doorgepakt als ministers en staatssecretarissen geen antwoord geven op vragen. En er is een heel duidelijk voorbeeld voor ons, zeker als fractie. Dat is dat toen mijn partijleider hier ooit sprak over de opleiding van minister Kaag, toen is het hele kabinet opgestapt en weggelopen. En dat vind ik echt een schoffering van de Tweede Kamer. En dat het kabinet gewoon de zaal verlaat
het voltallige kabinet ook, echt iedereen, en dat de voorzitter daar niet op ingreep. Terwijl de leden van het kabinet zijn hier op uitnodiging van de Kamer. Dus ik ben heel benieuwd hoe beide kandidaten daarop terugkijken en ook hoe zij hadden gehandeld als zij op dat moment voorzitter waren geweest. En hoe zij in het algemeen kijken naar de rol van de voorzitter in het bestendigen van het dualisme en het verstevigen van de rol van de Kamer. Ik kijk uit naar de antwoorden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Frederik Janssen namens het Forum voor Democratie voor Inbreng. Dan zijn wij hiermee aan het einde gekomen van de termijn van de Kamer. Ik heb even overleg gehad met de beide heren en ik stel voor een uurtje schorsen, zodat zij zich kunnen voorbereiden, maar ook even rustig kunnen lunchen. Dus we hervatten, dan zou ik zeggen, laten we er half dan van maken, ronden we het af. Dan zijn we hier om, dan moet ik zeggen, 14:30 terug. Ik schors tot 14:30.
Ik heropen de vergadering. Ik vraag de leden hun plekken in te nemen. De pers weer te verlaten. En dan start ik eventjes met een aantal mededelingen zoals u gewend bent. Op de tafel van de griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.